Op deze eerste hybride Vleva-webinar rond de hervorming van het Europees emissiehandelssysteem. Als onderdeel van het Fit for 55-pakket stelde de Europese Commissie vorig jaar een herziening van het Europees emissiehandelssysteem voor. Met de herziening wil de Commissie het systeem ook in nieuwe sectoren invoeren. Op dit moment leggen zowel de Raad als het Europees Parlement de laatste hand aan hun onderhandelingspositie. Als voorbereiding van deze hybride sessie hebben wij onze leden een bevraging afgenomen over de voor- en nadelen, als ook de onduidelijkheden die er vandaag nog zijn over het voorstel in deze sector en op hun sector. De samenvatting van deze bevraging zal, net zoals het verslag, de PowerPoint en de volledige opname achteraf verspreid worden. Zometeen legt Patke Aschai van de Europese Commissie het oorspronkelijke voorstel nog eens toe. Daarna krijgt u van Kathleen van Bremt uit het Europees Parlement een update over hun interne onderhandelingspositie. Thomas Velge van het VK geeft een stand van zaken uit de raadswerkgroepen. En tot slot hebben enkele Vleva-leden, Transport en Logistiek Vlaanderen, Gezinsbond en Unizo, het over welke invloed deze herziening heeft op hun sector. Vragen kunnen worden gesteld via de online chatbox. Wij doen ons best om telkens na de sprekers zoveel mogelijk vragen aan te nemen. Dan geef ik nu graag het woord aan onze eerste spreker, meneer Patke Aschai van de Europese Commissie. Dank u wel. Even kijken, werkt het? Ja. Oké, dank u wel. Ik ben dus Akshay Patki van de Europese Commissie. Ik werk zelf inmiddels in de afdeling van de emissiehandel. En daarvoor heb ik gewerkt aan de afdeling economische analyse. Dus ik heb ook wat achtergrond in de bredere Fit for 55 voorstellen. Ik zal, ja goed, de slide set zoals u heeft gehoord wordt later verspreid. Dus maakt u zich geen zorgen als u niet alle details volgt. Deels kan het ook werken als naslagwerk voor u. Ik zal u een overzicht geven van de voorstellen van de Europese Commissie voor het emissiehandelssysteem als geheel. En dat is, misschien als u de volgende slide mag zien, dat zijn nogal verschillende dingen. Oh, nee, eentje naar voren, sorry. Ja, want het emissiehandelsgeheel op dit moment is dat voornamelijk voor industrie en de elektriciteitssector. Daarnaast zit luchtvaart erin, gehandhaafd op het moment voor de intra-Europese luchtvaart. En er zijn nu ook voorstellen om het uit te breiden naar de zeevaart en naar gebouwen en transport. Dus het systeem wordt groter. Daarnaast zijn er voorstellen voor de herziening van de zogenaamde marktstabiliteitsreserve, die ik ook nog zal uitleggen. Maar ik denk om te beginnen misschien een beetje een overzicht, als ik de volgende slide mag zien, ja, van hoe ver wij nu al zijn. We zien dat in het emissiehandelssysteem zelf, in feite zeker in de elektriciteitssector, al flinke reducties zijn geboekt. Dat is deels door het vervangen, in ieder geval tot 2020, althans vervangen van kolen door gas. En natuurlijk door de grote uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitssector. Ook in de industriële sector zien wij geleidelijk aan reducties. De echte grote zullen waarschijnlijk verder in de toekomst terechtkomen. Maar zoals we ook later zullen zien, goed, wat de luchtvaartsector zien we niet echt een reductie, maar die dragen dan via het emissiehandelssysteem wel blij reducties elders. We zien hier slechts de crash in 2020 vanwege het COVID-jaar. Maar er zijn ook andere sectoren die wat minder goed presteren. De koolstofprijzen zelf, die waren rond na de economische crisis van 2010 helemaal gecrashed naar bedragen als 3 of 4 euro. Ze zijn op 2020 gedaald naar 50 euro en inmiddels door de gascrisis eigenlijk al aan het stijgen naar richting 80 euro. De volgende slide mag ik. Ja. Om de bredere context te schetsen. We werken hier natuurlijk in de context die wordt bepaald door de Europese Klimaatwet, die inmiddels is aangenomen. We hebben van al onze regeringsleiders een algehele doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Consistent met het klimaatakkoord van Parijs. Ja, als we klimaatverandering ruimschoots onder de 2 graden willen houden, wat is het doel? En willen streven naar klimaatverandering beperken onder de 1,5 graad, dan moet de hele wereld klimaatneutraal zijn in de tweede helft van deze eeuw. En als relatief rijk deel van de wereld zouden wij dan vroeg moeten zijn. En de doelstelling die Europa zichzelf heeft gesteld is klimaatneutraliteit in 2050. Als we dan uitrekenen waar we nu zijn, zeg rond de min 25% ongeveer, we trekken een lijn naar beneden. Dan kom je misschien uit op rond de min 50 in 2030 en min 75 in 2040, min 80 of min 100% bij 2050 vergeleken met 1990. De doelstelling die nu is aanvaard is net iets strenger, is min 55%.
We hebben inmiddels, ten eerste willen wij op deze manier de investeringen een beetje constant houden en niet alle moeilijke dingen doorschuiven naar de toekomst. En ten tweede hebben we ook gewoon meer middelen beschikbaar nu door de corona-herstelfondsen, die voor een groot deel ook zullen worden besteed aan klimaat- en energietaken. Binnen deze context hebben we dus het emissiehandelssysteem die een bepaalde prijs stelt voor het stimuleren van reducties in verschillende sectoren. En we hebben, en die gaan we ook houden, ook in sectoren waarbij wij straks een uitbreiding gaan voorstellen, ook andere beleidsinstrumenten. Je moet niet vergeten, ook in de industrie en in de elektriciteit hebben wij andere beleidsinstrumenten, zoals bijvoorbeeld het stimuleren van hernieuwbare energie. En in de vervoerssector hebben wij en zullen we houden standaarden voor voertuigen. We hebben energiebesparingsinvesteringen in de gebouwde omgeving enzovoorts. We moeten hier niet zien dat de EU ETS als instrument is dat we dan klaar zijn. We zijn niet klaar op Europees niveau met alleen een prijs stellen. En we zijn zeker ook niet klaar op nationaal of regionaal niveau door alleen een prijs te stellen. Je moet een heleboel verschillende instrumenten toepassen om tot een uitgebalanceerd pakket te komen. En dat uitgebalanceerd pakket, dat houdt hier ook in dat we bijvoorbeeld voor de industrie opletten dat zij kunnen omgaan met de prijs en niet dat er geen productie verplaatst naar andere landen en daarmee in feite het milieueffect volledig teniet wordt gedaan. Dat heet zogenaamd carbon leakage, de verplaatsing van CO2-uitstoot naar andere landen. Volgende slide alsjeblieft. Als we onze voorstellen bekijken, dan goed, laat ik het onderdeel van onderdeel opsommen. Ten eerste is de zogenaamde cap, de maximumuitstoot die er mag plaatsvinden met het emissiehandelssysteem, die wordt verlaagd. Die wordt nu al verlaagd elk jaar met een lineaire reductiefactor. Zo meten we dat, 2,2% van de emissies in 2010. En die zou moeten worden verhoogd naar 4,2%. In feite gaat de verlaging steeds sneller. Daarnaast merken we nu dat in feite de uitstoot nu al een stuk lager ligt dan het plafond. Het heeft verschillende redenen. Er is een flink overschot opgebouwd in de financiële crisis. Er is een overschot opgebouwd in COVID. Maar er is ook gewoon een grotere doorbraak van hernieuwbare brandstoffen dan we hadden verwacht. Dus we stellen ook voor om, als het plafond wordt verlaagd, eenmalige verlaging plaats te vinden halverwege de decennium, om vervolgens omlaag te gaan. En waar je dan uitkomt, is een getal van min 61% ten opzichte van 2005. Dus dat is een flinke verlaging binnen dit structuur van vergeleken met 2005 al. En dat zou volgens onze modellering een kosteneffectieve bijdrage zijn van de sectoren in het huidige emissiehandelssysteem aan het overkoepelend doel van min 55%. Volgende alsjeblieft. Nu, er is binnen het huidige emissiehandelssysteem ook een zogenaamde marktstabiliteitsreserve. Dat is een automatisch mechanisme dat meer of minder emissierechten veilt, afhankelijk van de situatie op de markt. Die is ingevoerd rond na in feite de crash van 2010, toen er een enorm overschot op de markt was en we zaten met CO2-prijzen die niks waard waren. Dat was niet de bedoeling. En in feite is er een mechanisme voorgesteld dat als er een heel groot overschot is op de markt, gewoon minder veilt. Die niet geveilde rechten worden dan in een zogenaamde stabiliteitsreserve gestopt, die eventueel kan veilen als er een groot tekort is op de markt. Er zijn maatstaven voor hier. Wat geldt als een overschot, wat geldt als een tekort op de markt. En we zitten nu in een overschot. Om het overschot snel te doen slinken, is er een zogenaamde intake rate, een innamesnelheid van 24% van het overschot. En wij stellen voor dit vast te houden. Het was bedoeld als tijdelijk, maar we stellen voor, gezien een nieuwe ambitieus doel, om dit vast te houden, het overschot snel naar beneden te brengen. Volgende alsjeblieft. Daarnaast is het ook belangrijk natuurlijk, ik zei al, om de industrie in het ETS-systeem doelstellingen te geven die relatief haalbaar zijn. Wat we hiervoor gebruiken op het moment is de zogenaamde gratis toewijzing van emissierechten. Aan de industrie worden emissierechten niet geveld, maar voor een deel althans gratis toegewezen. En de hoeveelheid rechten die ze krijgen wordt bepaald door zogenaamde benchmarks. Die meten hoe goed de beste industrieën het doen. En op dat niveau kunnen industrieën gratis rechten krijgen. Daarbovenop moeten ze gewoon volle pond betalen. Ze hebben sowieso natuurlijk een voordeel als ze gratis rechten krijgen. Als ze verkopen kunnen ze winst maken. Dus ze hebben een bepaald voordeel om emissiereducties te behalen. Maar
als de markt schaarser wordt, als het totale aantal rechten vermindert, dan is het ook belangrijk om te begrijpen dat je niet zoveel gratis rechten overhoudt als in het verleden. En het is dus belangrijker om die gratis rechten meer te specificeren aan sectoren die het echt nodig hebben. En in feite ja, iets strenger om te gaan met de benchmarks. Niet alleen strenger, we stellen wel voor dat de benchmarks, of tenminste, dat het emissiehandelssysteem zodanig wordt aangepast dat je ook rechten kunt krijgen wanneer je echt hele diepe reductietechnologieën toepast die de emissies naar nul brengen. Zou je dat nu doen, val je gewoon helemaal buiten het emissiehandelssysteem. En dat is een beetje vreemd. Hè? Dat zou het incentive, de prikkel om maatregelen te nemen naar nul brengen. En dat willen we niet. Dus er zijn hier maatregelen voorgesteld om de toewijzing van gratis rechten mee te specificeren. Volgende alsjeblieft. Daarnaast heel belangrijk, heel ja, groot nieuw voorstel. Dat is het zogenaamde Carbon Border Adjustment Mechanism. Dat is in feite een CO2-heffing aan de grens. Die wordt geheven, of volgens ons voorstel zou worden geheven, aan bepaalde sectoren zoals ijzer en staal, grote energie-intensieve sectoren. Die moeten concurreren met vergelijkbare sectoren elders, die misschien niet hoeven te voldoen aan klimaatmaatregelen die zo streng zijn als in Europa. Voor dergelijke sectoren stellen we voor dat voor de import van producten een heffing aan de grens wordt gesteld, om daarmee te voorkomen dat doordat de productie verschuift, eenvoudiger ook gewoon CO2 verschuift. Het doel hier is, strikt genomen, het moet heel consistent zijn met de Wereldhandelsorganisatie. Dus de CBAM zal worden ontworpen om te voorkomen dat er CO2-uitstoot verschuift. Dus de bedoeling is om een milieudoel te halen. De bedoeling is niet om de Europese industrie te beschermen tegen algehele buitenlandse concurrentie. Ook wanneer de buitenlandse concurrentie bijvoorbeeld gewoon een stuk schoner is. Hè. Dat is niet de bedoeling hier. Het gaat hier om het voorkomen van de verplaatsing van CO2-uitstoot. Deze CBAM zal worden onderhandeld, ongetwijfeld ook met onze partners. Het idee is om deze geleidelijk in te voeren tussen 2026 en 2035. Als ik naar de volgende slide mag. Dan hebben wij ook dat iets dat nu al bestaat, is het innovatiefonds. Daarin worden opbrengsten vanuit de veiling van emissierechten gebruikt om innovaties te steunen in oorspronkelijk hernieuwbare energie, nu ook industriële sectoren. En we willen ook specifiek maken dat niet alleen industrie-innovaties kunnen worden gesteund, maar die ook kunnen worden gesteund door zogenaamde contracts for difference. Dat zijn een soort subsidiesystemen waarmee je bijvoorbeeld als een industrie waterstof toepast, in plaats van fossiele brandstof, je de kostprijs verschil kan subsidiëren. We hopen hiermee om demonstratieprojecten te kunnen steunen die we echt nodig hebben voor de lange termijn toekomst, wanneer de hele industrie grote reducties zou moeten nemen. Maar korte termijn zijn die hele grote reducties misschien niet onmiddellijk beschikbaar op de markt. En het is belangrijk om demonstratieprojecten te hebben om daarmee de prijs van dergelijke maatregelen omlaag te brengen. En daar is het innovatiefonds voor bedoeld. Natuurlijk hebben we behalve innovatiefonds ook een fonds voor, ja, zullen we zeggen, solidariteit en sociale aspecten in Europa. Het is een moderniseringsfonds. Dat is opgesteld om landen met lager inkomen in Europa, dus onder 60% van het gemiddelde, dat zijn voornamelijk Oost-Europese staten, te helpen met moderniseren van de energiesystemen, te helpen met energiebesparende maatregelen. Omdat weer de intensiteit van het beleid wordt opgeschroefd, het voor landen met lage inkomens, met veel lagere inkomens dan hier in België, bedoel, zeg een derde van het inkomen in België, het moeilijk is om dat als maatregel te nemen, zou de hoeveelheid die voor solidariteit beschikbaar wordt als percentage van het emissiehandelssysteem worden verhoogd in het commissievoorstel. Volgende dan. Dan komen we op ja, eigenlijk het meest controversiële onderdeel. Dat gaat niet zozeer over het oude emissiehandelssysteem, maar een nieuw emissiehandelssysteem voor de gebouwde omgeving en voor het wegtransport. Wij stellen dit voor eigenlijk om verschillende redenen. Ten eerste zijn het sectoren waarbij eigenlijk de reducties tot nu toe teleurstellend zijn geweest. Teleurstellend. Ja. Het draagt niet bij in het tempo waarbij we willen. Dat ligt niet alleen aan, zullen we zeggen, het gebrek aan geld, laten we zeggen, voor energiebesparing. Als ik praat met mensen van de EIB, de Europese investeringsmarkt, hebben ze gezegd vaak van jongens, we hebben geld beschikbaar,
We hebben met de coronafondsen nog meer geld beschikbaar. We hebben geen goede projecten beschikbaar om het in te investeren. Er is, hoe vervelend het ook is, misschien gewoon een beetje druk nodig om bepaalde zaken rendabel te maken en te zorgen dat mensen op allerlei niveaus, van heel decentraal tot overheden, een prikkel voelen om investeringen die kunnen worden gedaan en moeten worden gedaan ook daadwerkelijk te doen. Specifiek zou ik zeggen voor de gebouwde omgeving. In het wegtransport ook weer. We zien, ik zou zeggen, voor het passagierstransport is er vrij veel optimisme nu over de transitie naar elektrische voertuigen. Het zal voor de commerciële transport, waarschijnlijk wegtransport, waarschijnlijk iets langer duren. Maar ook daar moeten we niet alleen ten eerste rekenen op die transitie, dat kan nog even duren. We moeten ook nadenken over alternatieven. En die alternatieven, nou, dus u bent nu bij een alternatief, een hybride vergadering. Dat, nu we dat steeds meer zijn gaan doen met COVID, hebben we daar al spaart. Wij moeten ook dit soort veranderingen gaan stimuleren in transport. En dat kan zijn alternatieven voor transport zelf. Dat kan ook zijn logistieke verbeteringen in transport. Ja, wij denken dat dit een prijsprikkel werkt als complement voor andere maatregelen die er al zijn. En als wij dat complement niet hebben, dan verliezen wij een stuk kosteneffectieve reducties die we zouden moeten vervangen door duurdere investeringen. Meer investeringen. Waarom? Want we zitten nog steeds aan de -5% doel. Dus we kunnen een gebalanceerd pakket hebben van maatregelen, of we kunnen proberen alles te doen met regulering. Maar het wordt waarschijnlijk duurder en lastiger, zonder prijsprikkel. Een ander voordeel, misschien even moet noemen, van een emissiehandelssysteem. Je hebt in tegenstelling tot een CO2-tax geen zekerheid over de prijs, maar wel zekerheid over de uitkomst. En dat is misschien waar we, ja, wat we in het klimaatbeleid echt hard nodig hebben. Misschien de volgende. Als ik kijk naar wat het systeem in feite is ontwikkeld. Het gaat hier om een zogenaamd upstream systeem. Het is niet de bedoeling dat iedere auto-eigenaar of zo gaat zitten handelen op de emissiemarkt. Dat zou niet haalbaar zijn. Of iedereen met een gebouw. De mensen die we aanspreken met dit systeem zijn in feite de toeleveranciers. Als we kijken naar wegtransport zijn het pak een beetje dezelfde mensen die accijnzen betalen. He, die worden betaald door zogenaamde tax warehouses. Dat zijn de logistieke centra van de grote benzinemaatschappijen waar u tankt. Voor de gebouwde omgeving is vergelijkbaar met als we het hebben over gasleveranciers, zouden die worden aangesproken om te betalen onder het systeem. Ze hebben een bepaald aantal emissierechten. Die emissierechten worden geveild, krijgen daardoor een prijs. En in principe wordt die prijs dan doorgerekend naar de eindgebruiker. Iemand die brandstof levert, heeft natuurlijk ook de keuze om schonere brandstof te leveren en daarmee de kosten voor zijn eigen gebruiker te verlagen. En eventueel natuurlijk zullen ook andere bedrijven, zogenaamde energy service companies, verwachten wij, maatregelen nemen om, ja, oplossingen aan te bieden voor eindgebruikers die hen kunnen helpen hier bij het behalen van reducties en het verlagen van tarieven. Maar in feite, ik zou verwachten dat de prijs wordt doorgerekend en daar in feite terecht komt bij de eindgebruiker. Als we kijken naar de doelstelling hier, is dat -43% ten opzichte van 2005. En ook weer dat is wat we verwachten van deze sectoren volgens onze modellering als je de -55% moet halen. De volgende slide alsjeblieft. Ja. Nu, wat wel heel belangrijk is, omdat het helemaal nieuw is en omdat we ook wat ervaring hebben opgedaan in het oude emissiehandelssysteem, willen wij ervoor zorgen dat we heel voorzichtig zijn met het invoeren hiervan. Dus we zullen beginnen met grote hoeveelheid veilingrechten, frontloading meer in het begin, zodat je geleidelijk aan invoert. Er wordt een marktstabiliteitsreserve gecreëerd van in principe 600 megaton, die in werking kan treden wanneer er te grote tekorten ontstaan. En we stellen ook voor om actieve mechanismen te hebben die als de prijs te snel te veel stijgt, kunnen ingrijpen. Wat wel heel belangrijk is, volgende slide. Ik zie dat ik niet heel veel tijd heb van de organisatoren, maar deze moet ik toch echt heel noemen, heel belangrijk. Want natuurlijk heeft dit soort prijsstijgingen invloed op met name lagere inkomens, huishoudens in alle lidstaten. En om lidstaten daarmee te helpen,
stellen we voor om een sociaal klimaatfonds op te richten op Europees niveau. Dat in feite gericht is op lage inkomens in alle lidstaten. De omvang zou ongeveer een kwart zijn vanuit de EU, van alle opbrengsten die worden geveld. En hopelijk een vergelijkbaar bedrag vanuit de opbrengst van lidstaten. Wij zitten aan het denken bij schatting tussen 2026 en 2032 aan ongeveer 70 miljard. Vanuit de EU misschien 140 miljard voor als lidstaten het bedrag dubleren. En dat zijn, zou ik zeggen, serieuze bedragen waarmee je heel veel zou kunnen doen voor, zeg, de sociale huisvesting of, zeg, het makkelijker beschikbaar maken van nul-emissietransport. En de volgende, alstublieft. Ik wil, omdat ik helaas weinig tijd heb, misschien, deze kunnen we denk ik heel kort over zijn. Ze hebben de plannen. Lidstaten moeten plannen maken over waar ze het Sociaal Klimaatfonds invoeren. En dan wil ik het misschien even, als ik iets verder mag, heel kort nog hebben over de maritime, dat is de zeevaart. We stellen dus ook voor om het huidige emissiehandelssysteem, dat is geen nieuw emissiehandelssysteem, maar het huidige emissiehandelssysteem uit te breiden om ook zeevaart mee te nemen. Dit is ook weer een sector die weinig reducties behaalt, waar meer prikkels nodig zijn. En die, ja, als ze zelf geen reducties kunnen behalen, kunnen meebetalen aan reducties elders. Elke sector moet bijdragen, vinden wij. En als we even de volgende gaan, waar denken we dan? We denken dan aan grote schepen. En we zullen voor die grote schepen ongeveer de helft in rekening brengen van zowel de ingaande als de uitgaande reizen. Dus de CO2-uitstoot die daarbij wordt gedaan. Ook dit systeem wordt dan geleidelijk aan ingevoerd. En als laatste, omdat ik niet te veel over mijn tijd wil gaan, zal ik opmerken dat we voor het luchtvaart ongeveer op dezelfde voet voorgaan als we nu in feite doen. Het blijft een intra-Europees systeem voor intra-Europese reizen. En er is in ICAO onderhandeld dat er een wereldwijd systeem komt, genaamd Corsia, voor offsets van de CO2-uitstoot van compensatie eigenlijk voor de CO2-uitstoot van internationale reizen. Daarbij zullen we EU als onderhandeling natuurlijk inzetten dat zo streng en nuttig mogelijk wordt. Maar dat zullen we moeten zien. En ik denk dat ik het daarmee afsluit. Als u kan naar slide 21 alstublieft voor de samenvatting. Misschien eentje hiervoor. Voor de kijkers bij de webinar. En ik ben later natuurlijk beschikbaar voor eventuele vragen. Dank u wel. Bedankt, meneer Ashay Patki, voor uw boeiende toelichting. Ik denk dat we tijd hebben om één vraag aan te nemen misschien. De vraag luidt: op welke wijze zullen organisaties worden aangespoord om deel te nemen aan de vrijwillige handel in CO2? De vrijwillige handel in CO2? Eerlijk gezegd weet ik dat niet, want ik zit hier voor met name de juridische voorstellen voor toe te lichten. Dus in dat geval gaat het niet om vrijwillige handel. Vrijwillige handel is iets dat, zover ik weet, nu bestaat. U kunt nu bij een NGO langsgaan en zeggen: ik wil compenseren voor mijn CO2-uitstoot voor mijn reizen, als u zelf persoonlijk klimaatneutraal moet worden. En dit is iets wat mogelijk is binnen het huidige systeem en mogelijk zal blijven. Oké, dank u wel. Dan gaan we onmiddellijk door naar de volgende spreker. En geef ik heel graag het woord aan mevrouw Kathleen van Bremt van het Europees Parlement. Goedemiddag allemaal, een beetje raar zo. Ik weet niet hoe ik moet naar daar kijken, zeker. Je zou denken dat we dat ondertussen gewoon zijn, maar het blijft toch een beetje raar, zo op afstand een seminarie hebben. In ieder geval, heel goedemiddag. Ik ga het proberen kort te houden en wat meer vragen te kunnen nemen, omdat ik denk dat het ook wel belangrijk is om te kijken hoe dat bij de Vleva-leden die hier vandaag luisteren, hoe dat dit verhaal wat binnenkomt en hoe dat zij de implementatie of de problematiek verder inschatten. Ik wil een paar dingen over het Europees Parlement zeggen. Ik denk dat jullie een hele omstandige uitleg gekregen hebben van de commissie die deze voorstellen ook allemaal heeft uitgeschreven en ingediend. En zoals dat hoort in een democratie, moet daar dan een afweging gemaakt worden. Op Europees niveau gebeurt dat door twee instellingen, met name het parlement en de raad. Ik kan u wel verzekeren, ik heb toch enige ervaring in het Europees Parlement en ik heb de
vorige 10 jaar vooral actief geweest in de Leefmilieucommissie en in de Industriecommissie. Vooral op klimaat gewerkt. Ik doe nu vooral internationale handel en transport. Maar ik kan jullie toch wel zeggen dat een dergelijke oefening in die grootte nog nooit het parlement op deze manier heeft bereikt. Wat wil ik daarmee zeggen? Daarnet is er al verwezen naar de klimaatwet. De klimaatwet was een uitdrukkelijke vraag van het Europese parlement in de vorige legislatuur. En waarom? Ik wil dat duiden, omdat dat erg belangrijk is. Europa heeft uiteraard al lang een klimaatbeleid dat erg geïntensifieerd is, ook de afgelopen 10 jaar. Maar dat bleef tot hiertoe altijd een beleid dat in verschillende silo's zat. Effort sharing regulation, een deel ETS, een deel normering, alles wat te maken heeft met landbouw. En het nadeel daarvan is uiteraard dat, hoe ambitieus je ook probeert te zijn, als je alles optelt, we eigenlijk het moeilijk hadden om steeds die doelstellingen te halen. En twee, wat dat in de politiek heel normaal is, is dat er heel de tijd afwegingen gemaakt worden. En er zijn altijd sectoren in de samenleving die omwille van voor de hand liggende reden, soms wel minder voor de hand liggende reden, enorm efficiënt zijn om hun eigen doelstellingen lager te zetten. En dan heb je een probleem van solidariteit. Hè. Je gaat de klimaatproblematiek maar aanpakken als je op alle sectoren in de samenleving kan inwerken. Een van die voorbeelden is helaas transport. Hè. Transport is veel later ingevoegd in het klimaatbeleid en is veel minder ambitieus geweest, denk ik, tot op de dag van vandaag. Vandaar dat er nu een inhaalbeweging gebeurt, omdat we nu net zagen bij transport dat die emissies niet daalden. Hè. Dat die emissies in tegenstelling omhoog gingen en dat het heel moeilijk was om ook op technologie of doorgaand op technologie daar te kunnen werken. Dus dat is een beetje de context. De tweede context is dat, en ik samen met veel collega's in het parlement probeerde de hele tijd te benadrukken, de Fit for 55 is één pakket. En als je van plan bent om doelstellingen te verlagen, dan moet je elders doelstellingen verhogen. Want anders, Fit for 55, haal je 55% tegen 2030 niet. Dat klinkt super logisch, maar dat is heel moeilijk realiseerbaar in onderhandelingen in het parlement, omdat de lead-commissie is wel de leefmilieucommissie, ENVI zoals we die noemen, op veel terreinen. Maar er zijn ook heel veel andere belangrijke commissies met een heel belangrijke stem en die soms ook in de leiding zijn. De transportcommissie waar ik nu in zit, geeft heel veel opinies, maar heeft ook een aantal dossiers als lead-committee. Uiteraard de industriecommissie. Uiteraard ook nog heel veel andere commissies, tot en met Econ en Budget, die geven allemaal een advies op dit heel belangrijke pakket. En op het einde van de rit moet daar één compromis uitkomen. En dat gaat heel moeilijk zijn. Als je kijkt naar de verschillende onderdelen, ik ga niet tot in detail treden, wil ik je toch meegeven welke de grote politieke discussies zijn die vandaag woeden in het parlement, maar die zijn eigenlijk even goed aanwezig in de raad. Hè. En daar gaan we eigenlijk moeten uitgeraken om een goed compromis te maken. Enerzijds de relatie tussen het aanscherpen van de ETS-doelstellingen voor de industrie en de Carbon Border Adjustment Mechanism. Het is er net goed uitgelegd wat dat is. Hè. Ik merk dat in sommige commissies in het Europees Parlement, ik zit zelf ook in de Internationale Handelscommissie, daar hebben we heel lang gedebatteerd over die Carbon Border Adjustment Mechanism, met als resultaat niks, want we hebben uiteindelijk geen opinie gestemd gekregen, omdat de verschillen zo groot waren. Wat was een van de belangrijkste discussies? Dat, en dat is heel belangrijk ook voor uw wereldhandelssysteem, dat als je infaseert bij het Carbon Border Adjustment Mechanism, dus de moment dat je begint te tellen aan de grens hoe de CO2 moet worden gecompenseerd, dat moet op dezelfde manier zijn als het aantal free allowances dat je naar beneden haalt bij de industrie. En de industrie argumenteert, nee, wij willen eerst onze free allowances houden, dan moet het Carbon Border Adjustment Mechanism worden geïnstalleerd. En dan zullen we wel zien wat het effect is. Maar dat kan volgens het wereldhandelssysteem helemaal niet. En dat is een heel zware discussie geweest waar we nog niet uit zijn. Maar het spreekt voor zich dat die twee hand in hand moeten gaan. Twee
Het hele maritieme gedeelte, er is, en dat is wel goed nieuws, vind ik, er is in het parlement een redelijk solide meerderheid om dat nieuwe ETS-systeem te ontwikkelen voor de maritieme sector. Dat is goed, denk ik, want dat is ook niet zo evident, hè. De maritieme sector bij uitstek, een internationale sector, waar ik al 20 jaar het argument hoor, ja, we kunnen daar niks aan doen aan de maritieme sector, net zoals aan de luchtvaartsector, omdat dat een internationale sector is. En dan moet heel de internationale, of toch een belangrijk deel van de internationale gemeenschap mee, en die willen niet. Pech. Gelukkig hebben we nu in Europa wel de moed gevonden om te zeggen, we gaan ons deel al doen. En ETS Maritiem, dat is, zoals ik daarnet al zei, een denk ik solide meerderheid om dat te doen, maar toch gaan er heel wat discussies over. We gaan meer tijd nemen, minder emissies in rekening brengen. Ikzelf heb amendementen ingediend die helemaal de andere richting uitgaan. En ik hoop ook dat in de transport en zeker in de Leefmilieucommissie dat ook in die richting gaat. Bijvoorbeeld in plaats van alleen CO2 ook methaan mee in rekening brengen. In plaats van 50% van de emissies, 100% van de emissies doen. En zo verder. Ik ga niet in detail treden, want ik denk dat dat ook vreselijk technisch kan worden. Het is een beetje het nadeel van het Europees Parlement. Dat is soms zo technisch. Maar tegelijkertijd op het einde van de rit gaat het over een heel grote impact op onze samenleving. Ik moet nog iets zeggen over de road and buildings. In het parlement liggen er heel wat voorstellen voor om ETS2, noemen wij dat, ETS2 on the road and the buildings, om dat te deleten. En te zeggen, dat doen we niet aan mee. Ik ben daar geen voorstander van, maar ik geef u mee dat er niet onbelangrijk aantal politieke groepen, waaronder de mijne, meerderheid vinden dat dat eigenlijk moet worden gedelete. Ik denk dat dat een domme keuze is. Waarom is dat? Uiteraard omwille van de politieke context waarin we vandaag leven. We weten allemaal dat de gas- en de olieprijzen enorm gestegen zijn, dat het voor normale doorsneegezinnen ontzettend moeilijk is, zowel als ze hun auto gebruiken als ze hun verwarming opzetten. En dan komen wij in Europa met een voorstel om het nog duurder te maken, want daar komt het op neer. Al is het natuurlijk veel genuanceerder dan dat. Eén, er wordt eindelijk een onderscheid gemaakt tussen fossiel en niet-fossiel. Dus het gaat uiteraard over de CO2-uitstoot. Het gaat niet over een gewone tax op het product. Het gaat over de CO2-uitstoot. Het gaat erover om snel efficiëntiewinsten te boeken op CO2. Maar vooral, en ik vind dat de commissie ook veel te weinig benadrukt, en het heeft ook veel te lang geduurd voor de commissie met een goede impactstudie en een goede effectenanalyse daar ontkwam, wat heel belangrijk is in het verhaal is, zowel bij de gebouwen als bij de transportsector, dat is dat je eigenlijk taxeert de vervuiling om te herverdelen. En dat is essentieel natuurlijk, want waar zitten wij nu al jaren in een soort van deadlock, zowel in transport als bij de gebouwen. De deadlock is, we moeten eigenlijk heel snel in die transitie geraken. Om dat te doen hebben we onwaarschijnlijke investeringen nodig. Ik denk dat jullie allemaal wel weten dat onze gebouwen enorm verouderd zijn, dat de isolatie van onze gebouwen vergelijkbaar zijn met de isolatie van de gebouwen in het zuiden van Europa, terwijl we helaas niet in het zuiden leven. En om daar een inhaalbeweging te doen, er enorm grote budgetten nodig zijn om die renovatie te doen. Die budgetten zijn er in de lidstaten vandaag de dag niet aanwezig. Bij de een al meer dan de andere natuurlijk. Er worden geen politieke prioriteiten aangegeven. Moesten we, dat weet ondertussen iedereen, de voorstellen die hier nu voorliggen, moesten we die 15 jaar geleden hebben bediscussieerd en ingevoerd, dan hadden we vandaag de dag niet de problemen die we hebben met het Russische gas en de hoge prijzen. Het hele grote probleem is dat we gewoon niet resilient zijn en dat we gewoon verslaafd zijn aan goedkoop gas en goedkope olie. En dat we eigenlijk, het is heel hard wakker worden nu, en dat we meer dan ooit nu het juiste moeten doen. En daarvoor is die ETS2 een heel belangrijk verhaal. Het taxeert de CO2-uitstoot om te herverdelen. En die herverdeling mag wat mij betreft veel verder gaan. Ik denk dat we dat trouwens in het maritieme ook moeten doen. Je moet een deel van de opbrengst ook teruggeven aan de sector om in die transitie te gaan. En ik weet niet wat er gaat straks uitkomen. We zijn nog iets te vroeg om vandaag te zeggen. Ik hoop dat in de Leefmilieucommissie men
tot zinnen komt en dat men de voorstellen liggen daar. Hè. Ik heb geen probleem om iets meer tijd te nemen, omdat we midden in die gas- en oliecrisis zitten. Maar ik denk wel dat we het moeten doen en dat we nog meer moeten inzetten op de herverdeling. De commissie heeft cijfers vrijgegeven die bijvoorbeeld in de meest getroffen landen, de landen ook met de minste welvaart, dat er aangetoond wordt dat het onderste deel van de gezinnen er met tot 10% op kan vooruitgaan als we op een juiste manier die taxatie verbinden aan het herverdelen van de budgetten naar de gezinnen en de renovatie. Dat is denk ik een heel, heel belangrijke politieke discussie, waarvan ik hoop dat ook in Vlaanderen op de juiste manier de ondersteuning komt. Dat is misschien mijn laatste punt. In Vlaanderen hebben we eigenlijk alles te winnen met een zeer ambitieus Fit for 55-pakket. Omdat we een regio zijn die enorm innovatief kan zijn. We zijn ook een logistieke, een heel belangrijke logistieke draaischijf. En ja, er is geen alternatief om dat duurzaam te krijgen. En hoe sneller we in die transitie gaan, hoe meer dat we ook die voorsprong kunnen nemen. Ik ga het hierbij laten. Dan heb ik toch nog een paar minuten tijd om vragen te nemen. Dat kan nog uitweiden ook over andere aspecten. Ik heb heel veel niet aangeraakt van wat er hier allemaal op mijn papier staat. Maar, Dat klopt. We hebben inderdaad nog eventjes tijd. Alvast bedankt voor die boeiende uiteenzetting. Ik krijg hier inderdaad een aantal vragen binnen, waaronder van onze leden. Die maken zich nogal zorgen over de betaalbaarheid. Het is daarnet ook al deels aangehaald. En ze vragen, hoe wil het Europees Parlement de betaalbaarheid garanderen gezien de hoge energie- en brandstofprijzen en de geplande ETS voor gebouwen en transport? Ja, dat is een beetje wat ik daarnet zei. Het ambetante is dat we nu al in een crisis zitten die we hadden moeten voorzien. Hè. 10 jaar geleden wisten we eigenlijk al dat het ontzettend belangrijk zou zijn om ons in toenemende mate energieonafhankelijk te maken. Hè. En met energieonafhankelijkheid bedoel ik niet... Ik denk ook niet dat tegen 2050 we in staat zijn om alleen in Europa voor onze energie te voorzien. We gaan dat in grote mate kunnen. Hè. Studies spreken van 70% tot 80%, dat moet mogelijk zijn. Hè. Een deel gaan we nog altijd importeren. Dat zal vooral... denk ik, hè, want dat kan technologisch nog... Maar dat zal vooral groene waterstof zijn. Dat kan ook een stuk ammoniak zijn. Hè. Groene ammoniak. Hè. Maar die moet wel gediversifieerd gebeuren. Ik denk dat we eigenlijk al heel lang weten dat energie afhankelijk zijn van bepaalde regio in de wereld. In het verleden was dat met name ook vooral het Midden-Oosten. Hè, dat ons dat ook geopolitiek enorm verzwakt. Hè. Dat besef moeten we toch meenemen in... Hoe kijken we naar de toekomst? Het gaat niet alleen over hoe maken we nu energie toegankelijk en betaalbaar, maar hoe maken we er zeker van dat zowel onze industrie, onze economie en onze huishoudens in staat zijn om op een duurzame manier toegang te hebben tot die energie. En daarvoor gaan we door die transitie moeten gaan. Daarom dat ik zo het belang hecht op... Die taxatie gaat er moeten komen. Hè. Maar dat is dan weer lidstaat en dat maakt het heel moeilijk in Europa. Hè. Ik ben er persoonlijk wel voorstander van dat elke lidstaat is goed berekend. Hè. Waar zitten de eigen... Dat debat is trouwens helemaal opgestart met de hoge prijzen. Waar zitten de BTW's? Hè. Hoeveel procent BTW gaan we nog hebben? Gaan we definitief naar 6% hè, voor onze energie? Of gaan we die terug op 21% zetten? Hoe gaan we met andere taxen om? Maar wat essentieel is natuurlijk, is dat die taxen verduurzamen, wat vandaag de dag veel te weinig is. Hè. België/Vlaanderen is zeer slecht als het erop aankomt om op een duurzame manier die taxen te heffen. En dus daar moet je de link leggen tussen het verduurzamen van uw taxen en de herverdeling. En als je kijkt naar uw gebouwen... Opnieuw hadden wij 10 jaar geleden aan moeten beginnen. Laten we dan nu niet te veel tijd verliezen. Hè. Je gaat met derde betalersystemen een stuk moeten werken voor alle mensen die huren of die te lage inkomens hebben om zelf die investeringen te doen. Gaat men via derde betalers ervoor moeten zorgen dat die huizen geïsoleerd geraken en dat men op die manier naar een verlaging van de energiefactuur kan. Maar ik verheel niet... Het zou onwaarschijnlijk populistisch zijn om te zeggen... Ja, Dat gaat geen probleem zijn. Dat gaat echt een beetje door de zure appel moeten bijten. En nog eens, ik denk dat de situatie vandaag de dag wel aangeeft hoe urgent het is om te werken aan onze energieonafhankelijkheid. Oké, dank u wel. Een volgende vraag
Hoe groot schat u de kans dat verschillende elementen van de hervorming, bijvoorbeeld shipping, ook effectief doorgevoerd worden? Ja, shipping ja, aviation ja. Ik denk ook carbon border adjustment en de verhoging van de klassieke ETS, dat die er wel gaat doorgeraken. Ik geef het 50% kans voor ETS 2, met name het ETS-verhaal op road en buildings. Het kan zijn dat dat sneuvelt. Dan sneuvelt ook meteen een niet onbelangrijk deel van het sociale klimaatfonds. Hè. En dan valt het een beetje als een kaartenhuisje in elkaar. Wat gaan we dan als effect hebben? We gaan dan als effect hebben dat we veel meer op normering moeten werken. Bijvoorbeeld de CO2-normen van onze auto's en van onze vrachtwagens. Daar gaan we de normen dan veel hoger moeten leggen. Want ja, je werkt niet via je beprijzingssysteem, dus ga je nog veel meer via uw normering moeten werken. En ik weet niet of dat het altijd zo sociaal is. Hè? Dus ik denk, ik zou het erg spijtig vinden dat we ETS 2 niet hebben, omdat ik er erg in geloof dat dat wel een sociale manier is, een socialere manier is om die transitie te doen. Oké, dank u wel. Mijn naam Margit, hebben voor één vraag. Iets technischer misschien. Kunt u een toelichting geven over de mogelijke inclusie van afvalverbranding of zelf breder waste management? En wat is hier uw visie? Oei, dat zit niet in ETS, hè? Ja. Allee, tenzij een stuk in... Allee, nee, zelfs dat niet. Daar moet ik... Oké, dan slaan we deze vraag over en gaan we naar nog een vraag die binnen is gekomen. Er komen straks experts die dat zo kunnen uitleggen. Ja. Er wordt gesproken over het eventueel scheiden van een ETS voor personenvervoer en commercieel goederenvervoer. Klopt. Hoe waarschijnlijk is het dat het compromis het haalt? Ja, dat is een heel goede vraag. Dat staat hier op mijn papier om daarop in te gaan, maar dat heb ik dus niet gedaan omwille van het tijdsgebrek. Dat is een idee dat in het parlement begint vorm te krijgen. Hè. En ik ben daar niet ongenegen. Hè. Nog eens, op dit moment is het effectief heel moeilijk om te zeggen, we gaan nog eens een extra beprijzingssysteem toepassen op mobiliteit en op gebouwen. Dat zijn nu net ook de twee sectoren die heel erg te lijden hebben aan die hoge energieprijzen vandaag de dag. Hè. En het zou een handigheid zijn om te starten met commercial vehicles, hè, en de commerciële sector, om het systeem uit te testen. Wat is het nadeel? Het nadeel is dat, zoals daarnet is uitgelegd, is een upstream systeem, hè, dat de beprijzing doet bij de leveranciers van de energie. Het is heel moeilijk om een onderscheid te maken tussen commercieel en niet-commercieel als je via dat systeem werkt. Maar eigenlijk moet je een nieuw systeem ontwikkelen. Ik schat de kans niet zo groot dat er uiteindelijk gaat doorkomen. Ik schat de kans groter, maar ik kan er compleet naast zitten, want de onderhandelingen moeten eigenlijk nog echt opstarten. De amendementen zijn allemaal ingediend en de echte onderhandelingen moeten nog tot in de diepte gaan. Ik schat de kans groter in dat men gaat werken op meer tijd nemen. En hopelijk zijn we dan uit deze crisis, en eigenlijk hopelijk ook heel snel uit deze oorlog, dat de markt zich wat kan normaliseren en dat we dan een beprijzingssysteem op CO2 inzetten. Ik denk dat die kans groter is. Oké, dank u wel om hier te zijn. Dank u wel voor de boeiende uiteenzetting en dank u wel om de vragen te willen beantwoorden. Dan geef ik nu heel graag het woord aan onze volgende spreker, Thomas Tvelge van VECA. Dank u wel en goedemiddag allemaal. Tegelijkertijd zijn uiteraard dus ook de onderhandelingen in de raadswerkgroepen bezig omtrent de herziening van het emissiehandelssysteem. En ook zijn er binnen België standpuntbepalingen en voorbereiding van standpunten lopende. En daar ga ik kort wat toelichting over geven. Heel kort kan ik het niet laten om altijd een heel klein beetje reclame te maken voor mijn werkgever, Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap, is een relatief nieuw agentschap dat eigenlijk is ontstaan uit het Vlaamse Energieagentschap, aangevuld met mensen die binnen het departement Omgeving met Klimaat bezig waren. En ondertussen zijn we ongeveer met 150 personeelsleden. Dat voor de reclame. Wetgevende voorstellen, zoals dat meneer Patke al zei, eigenlijk zijn het vier wetgevende voorstellen. En ik heb ervoor gekozen om vooral te focussen op de stand van zaken in zaak de voorstellen voor het gewone ETS, het industrie- en elektriciteitssector, en het nieuwe ETS, om daarop vooral te focussen. Uiteraard, indien er ook vragen zouden zijn
over de stand van zaken in de Raad, over de andere wetgevende voorstellen in zaken scheepvaart en luchtvaart. Kan ik daar straks ook op ingaan. Disclaimer, zoals dat een goede ambtenaar betaamt, is er een disclaimer dat het uiteraard een beetje een subjectieve inschatting is wat dat de stand van zaken is omtrent wetgevende voorstelling in een politiek overlegorgaan als de Raad. Het is uiteraard ook een momentopname. Het kan soms snel veranderen welke posities bepaalde lidstaten innemen. Dus dat is, ja, dat is zeker iets om in het achterhoofd te houden. Zeker aangezien dat er, wel verkiezingen soms zijn binnen bepaalde lidstaten. Ja, soms nogal logisch. Als ik soms zeg dat er weinig discussie is binnen de Raad, betekent het ook soms dat het nog niet in-depth besproken is in de Raad. Dat betekent niet per se altijd dat er geen enkele discussie over lopende is. Historiek en behandeling in de Raad van het voorstel. Meneer Patke heeft al duidelijk uiteraard al toegelicht. Maar dus we zijn al sinds midden vorig jaar binnen de raadswerkgroepen bezig aan het onderhandelen. Eerst onder het Sloveens voorzitterschap in de tweede helft van vorig jaar. Waarbij dat eigenlijk de Slovenen voornamelijk gefocust hebben op het ervoor zorgen dat de lidstaten de voorstellen van de commissie goed kunnen begrijpen. En zijn er ook, konden de lidstaten al verkennende standpunten innemen. Heeft uitgemond op een stocktaking debat op de Raad Leefmilieu eind vorig jaar. En eigenlijk is het echt begonnen nu onder het Frans voorzitterschap, sinds de eerste helft van dit jaar. Waarbij dat op WPE's, dus de Working Parties Environment, waar dat de lidstaten over wetgevende voorstellen in zaken milieu debatteren, heeft het Frans voorzitterschap al redelijk veel technische kwesties proberen af te ronden uit de wetgevende voorstellen, zodanig dat er eigenlijk enkel nog de meest politieke discussiepunten overblijven. En de manier waarop dat de Fransen het lijken aan te pakken, dat is ook niet onlogisch en ook niet uitzonderlijk, vermoedelijk, is dat er nu via Corepers, dus de vertegenwoordigers van de permanente vertegenwoordiging en de ambassadeurs, dat er daar ook op Coreper verder wordt onderhandeld over de meeste politieke zaken. Eigenlijk allemaal met de bedoeling om op de Raad Leefmilieu van 28 juni, een general approach te hebben. Ik heb een aantal... Binnen België zijn we uiteraard ook al een hele tijd bezig met standpuntbepalingen. En belangrijk daarbij is dat eigenlijk nog tijdens de onderhandelingen verschillende regeringen reeds in de tweede helft van 2021 standpunten en visienotas hebben uitgewerkt. Bijvoorbeeld een van die belangrijke standpuntnotas die ook nog blijft doorwerken in de Vlaamse standpunten, is een Vlaamse visienota die op de regering is geweest op 5 november 2021. De andere entiteiten, het Waals Gewest, Federale Overheid, Federale Regering, hebben ook dergelijke standpunten uitgewerkt en op de regering gebracht, maar niet in zo'n gedetailleerde mate als de Vlaamse regering. Standpuntbepaling op Belgisch niveau verloopt uiteraard niet altijd evident, omwille van verschillende visies, uiteraard over de meest politiek gevoelige punten, waardoor dat er veel standpuntbepalingen op DGE, onder DGE-koepel, moeten worden afgeklopt, wat dat ook in belangrijke dossiers zoals deze niet ongebruikelijk is. Ik ga een aantal hot topics toelichten, wat dat de stand van zaken in de Raad is. Eén over de ETS-cap, twee gratis toewijzing van rechten, drie het Market Stability Reserve en het annuleringsmechanisme, de veiling van rechten, de scope van ETS, de vraag van over afval en uiteraard het nieuwe ETS Buildings and Road Transport. De ETS-cap, voor de technici en voor de mensen die graag van cijfers houden, zijn dit hier eigenlijk de belangrijkste. Is dit hier het voorstel van de commissie, waarbij dat de ETS-cap eigenlijk wordt een beetje gefuseerd. De bestaande ETS-cap wordt gefuseerd met de cap die voor maritime sector zou gelden, waarbij dat de cap voor maritime sector ook omwille van de beperktere emissies die onder de scope van het maritime zouden vallen, dat uiteraard een pak minder is.
Maar dus die beide cijfers worden bij elkaar opgeteld, dat is niet onbelangrijk. En die vormen eigenlijk de voorgestelde ETS-cap tussen 2024 en 2030. Belangrijk is die rebasing van de cap, waar meneer Patki het ook al over had, tussen 2023 en 2024, waarbij dat er een voorstel is om die 100 miljoen of iets meer dan 100 miljoen rebasing van de cap te doen. Het zijn geen onambitieuze cijfers uiteraard. De daling van de cap is er een van ongeveer 85 miljoen ton CO2-equivalenten die jaarlijks zouden moeten gereduceerd worden. Niet gereduceerd, die moeten zouden gereduceerd worden. En om een idee te geven, de ETS-uitstoot in België ligt om en bij de 42 miljoen ton CO2-equivalenten. Dus in Europa moet de twee keer het ETS van België per jaar worden gereduceerd. Dat is het voorstel van de commissie. Belangrijk ook is de cijfers omtrent maximum amount berekeningen, omwille van het feit dat er binnen de cap, en dat is al een aantal jaar zo, dat is al sinds met de huidige richtlijn zo, dat er een fixed amount rechten is die maximaal beschikbaar is voor een gratis toewijzing van rechten van de industrie, is dat uiteraard een belangrijk cijfermateriaal. Wat is de stand van zaken omtrent die ETS-cap binnen de Raad? Eigenlijk, dan mag de volgende slide zijn, Simon. Eigenlijk zeer weinig discussie over het eindpunt van de cap. De min 61% reductie ten opzichte van 2005, omwille van het feit dat die zou zijn gebaseerd op een kostenefficiënte verdeling van de min 55% doelstelling op Europees niveau. Dus men kan daar eigenlijk mee leven dat die kostenefficiënte verdeling tussen ETS en non-ETS op die manier wordt voorgesteld door de commissie. En op die manier, omwille van dat er geen veel discussie is over die min 61%, is er ook eigenlijk geen discussie over die verhoging van de lineaire factor van de cap. Wel discussie is er omtrent die rebasing van de cap, die iets meer dan 100 miljoen ton, die na de goedkeuring van de richtlijn van de cap zou worden afgetrokken. Wat dat ook een impact kan hebben op latere discussies over de hoogte van die lineaire factor, nogal technisch. Maar dat heeft mogelijk een repercussie. De outcome van die discussie over die rebasing kan een impact hebben op die noodzakelijke hoogte van die noodzakelijke lineaire factor. Ter informatie, bijvoorbeeld Vlaanderen, omtrent die rebasing, de Vlaamse regering is geen voorstander van die rebasing van de cap. Wat dat zou impliceren, dat men wel zou akkoord gaan met een verhoging van de lineaire factor in het voorstel van de commissie. Eigenlijk rond die maximum amount, belangrijk voor de industrie, weinig discussie over die opsplitsing, die huidige opsplitsing tussen free allowances en auctioning. Dus wat dat ook niet, dat is ook geen onderdeel van het voorstel van de commissie, vandaar dat er misschien iets minder discussie over is. Volgende item die ik zou willen belichten is die gratis toewijzing van rechten. Belangrijk is dat binnen Europa eigenlijk iedereen akkoord is, alle lidstaten. Ik denk dat er weinig discussie is, ook binnen de Raad. Iedereen wil die cross-sectorale correctiefactor vermijden, in de zin dat men niet wil dat de meest efficiënte installaties in Europa zouden niet voldoende rechten krijgen op basis van de toewijzingsregels, op basis van de strenge toewijzingsregels. En men wil geen bijkomende correctiefactor voor dergelijke efficiënte installaties. Ter informatie van onze commissie zou er ook geen cross-sectorale correctiefactor zijn tot en met 2029, maar wel vanaf in 2030 zou die 88% zijn. Dus in dat jaar zou die gratis toewijzing 12% van de meest efficiënte installatie 12% naar beneden gaan. Waar is er geen discussie over? Dat zijn de aanscherpingsvoorstellen van de commissie van die maximum improvement rate van de benchmarks. Weliswaar hier en daar lidstaten, en waaronder ook Vlaanderen, dat kaarten aan dat die maximum improvement rate misschien toch niet moet worden toegepast voor benchmarks die gebaseerd zijn op fallbacks. Nogal technisch, maar
Veel bedrijven worden niet toegewezen op basis van product benchmarks, maar op basis van fallbacks. En dus dat is een aandachtspunt voor veel lidstaten, waaronder ook en ook voor Vlaanderen. Behoud van Carbon Leakage Framework zit ook niet in het voorstel van de commissie om dat aan te passen. Logischerwijs ook niet logischerwijs, maar toch, dat wordt ook niet door de lidstaten op tafel gelegd. En die dynamische toewijzing die al geïntroduceerd is sinds 2021, die staat ook niet ter discussie, dus die zal zeker blijven gelden. Nog even een aantal bijkomende punten op die gratis toewijzing. Meneer Patki had het er ook al over. Er is ook in het voorstel die mogelijk 25% reductie in gratis toewijzing indien rendabele maatregelen uit energieaudits niet zouden worden genomen. Daaromtrent is stand van zaken. Veel lidstaten zien eigenlijk wel de logica van het voorstel, maar hebben wat problemen met haalbaarheid, gelijke behandeling, noodzaak. Hoe gaan we garanderen dat die energieaudits en die resultaten van die energieaudits wel degelijk vergelijkbaar zijn? Hoe gaan we die gelijke behandeling van installaties over Europa, binnen Europa garanderen? België en Vlaanderen bij uitbreiding is wel degelijk voorstander van het voorstel van de commissie en denken dat het die gelijke behandeling wel op een of andere manier kan worden gegarandeerd in de onderliggende regelgeving. Ook belangrijk is de link tussen gratis toewijzing en CBAM. Wordt ook belangrijker in het kader van ETS, omwille van de Partial General Approach die over CBAM is ingenomen op de Raad Ecofin van 15 maart, waarbij Vlaanderen en België, zeker een tal van andere lidstaten, de problematiek van de impact van het voorstel van CBAM op de exportgerichte en downstream industriële sectoren aankaarten. En waarbij dat een van de mogelijke oplossingen voor die problematiek in de ETS-richtlijn zou kunnen gevonden worden door op een of andere manier ook een kosteloze toewijzing, bijvoorbeeld een kosteloze toewijzing voor dergelijke sectoren te voorzien. Derde item, het MSR en annuleringsmechanisme. Een van de moeilijke punten binnen de Raad en ook hoogstwaarschijnlijk binnen het parlement, waarbij dat er verschillende meningen en visies zijn, ook binnen België, omtrent het voorstel van de commissie. Daaromtrent ook al heeft iedereen, en dat is wel begrip voor dat er een of andere, dat er wel interventies of maatregelen moeten aanwezig zijn in het systeem om prijsschommelingen of te hoge prijzen te vermijden. Dus iedereen heeft daar wel oor naar, maar weet niet altijd precies wat dat dan precies de oplossing moet zijn. Is het via het MSR, is het via iets van het annuleringsmechanisme, is het via market toegang tot het ETS. Daarover is er zeker nog geen duidelijke richting waarbinnen dat de Raad zou evalueren. Verlenging van de verhoogde intake-rate, nogal technisch. Het voorstel van de commissie om die te verhogen naar 24%, waarbij dat daaromtrent is Vlaanderen zeker niet een van de voorstanders. Voilà. En annulering van alles boven de 400 miljoen EUA's in het EMSR. In het MSR, excuseer. Daar is er ook op Belgisch niveau zeker discussie over. Duidelijk standpunt is genomen door Vlaanderen, die zegt om daar geen voorstander van te zijn, omwille van het logische feit, dat er uiteraard een bepaald volume in dat MSR moet zijn om marktimperfecties te kunnen oplossen. En vandaar dat het voorzichtiger lijkt, volgens de Vlaamse regering, om die drempel van 400 miljoen zeker niet zo laag te zetten. Misschien niet enkel om een soelaas te bieden in de periode tot 29 of 30, maar ook in de periode na 2030. Dus het vernietigen eigenlijk van rechten lijkt volgens sommigen
Dus niet enkel Vlaanderen, er zijn ook al een aantal lidstaten die dat denken, lijkt niet de meest verstandige keuze. Rond veiling van emissierechten, een vierde hot topic, relatief weinig discussie, bijvoorbeeld ook een belangrijke politieke discussie die eigenlijk al vroeger gevoerd is over de verdeling van die veilinginkomsten over de lidstaten. Weinig discussie, ligt ook geen verandering van die verdeelsleutel op tafel. Het had gekund dat lidstaten dat op tafel brachten, maar vooralsnog niet. En dan ook een politiek soms gevoelige. Het commissievoorstel bepaalde dat alle veilinginkomsten moeten gebruikt worden voor climate-related purposes en uitgaven. De Fransen, omwille van een aantal lidstaten ook die de soevereiniteit van besteding van inkomsten trachten te vrijwaren, het Frans voorzitterschap had op basis daarvan voorgesteld om die Shell te veranderen naar Shoot, maar daar is Vlaanderen bijvoorbeeld en België en ook weer een aantal andere lidstaten niet mee akkoord. Dus dat zal nog ook verder moeten worden uitgeklaard. De scope van het ETS is een vijfde topic die mogelijk belangrijk is om de stand van zaken mee te geven. Relatief weinig discussie ook over de Raad, behoudens enkele technische issues die in het commissievoorstel zijn opgenomen, maar die zijn zeker, daar zien we in welke richting de zaken evolueren. Maar vooralsnog geen discussie binnen de Raad over het al dan niet onder ETS brengen van waste incineration, waar dat we zien dat dat in het Europees Parlement wel een issue is, maar binnen de Raad vooralsnog niet. Dus als dat moet worden bediscussieerd, zal dat vermoedelijk tijdens de trilogen zijn in de tweede helft van dit jaar. Laatste topic, maar uiteraard niet minder belangrijk, het nieuwe ETS voor buildings en road transport. Ik kan het niet laten om daar ook wat cijfers omtrent te geven, die gebaseerd zijn op de CAP-estimates van het voorstel van de commissie. En zeer belangrijk ook in volume, het ETS buildings en road transport. Dat begint een beetje in dezelfde volumes te komen, of zou in hetzelfde absolute volume komen als het gewone ETS, waarbij dat de volgende slides zijn, waarbij dat de verdeling van veilingopbrengsten, en mevrouw Van Bremt wees daar uiteraard ook op, dat het ETS, dat als het er komt, dat het uiteraard redelijk wat veilingopbrengsten oplevert. Die moeten uiteraard dan ook worden verdeeld, wat dan ook tot wat politieke discussies zou kunnen leiden, uiteraard. Voilà, dat is maar een melding dat dat ook nog een issue is. Ook binnen de Raad, net zoals in het Europees Parlement, zijn daar verschillende meningen over het nieuwe ETS. Sommige lidstaten zijn er voorstander van, omwille van noodzakelijke plaats van dergelijke instrument in de policy mix. Andere lidstaten zijn daar bezorgd over, omwille van impact op huishoudens, verhoging, energiearmoede, groter effect op armer lidstaten, vermeende beperkte meerwaarde op de vermindering van uitstoot. En België hangt een beetje tussen de twee. En voor de duidelijkheid heb ik voor de Raad Leefmilieu van een paar weken geleden is er een standpunt afgeklopt, waarbij dat Vlaanderen zeker daar bezorgdheid blijft uiten omtrent de pertinentie en over de socio-economische impact van het nieuwe ETS voor buildings en transport. En zeker benadrukt België ook dat er mogelijk ook een efficiënte bijdrage kan komen van verstrenging van de Europese regelgeving via normering, waar mevrouw Van Bremt ook al op wees. Outcome, zoals mevrouw Van Bremt, 50-50 binnen de Raad. Onmogelijk om daar een wild guess over te doen. Belangrijk wel dat er wel hier en daar lijkt te zijn dat lidstaten die mogelijk vroeger
zeer categoriek waren in het afwijzen van het systeem, dat er misschien hier en daar wel openingen worden gecreëerd. Was mijn opsomming van de punten in de Raad? Wat zijn de next steps in de eerste helft van dit jaar nog? Verderzetting van de Working Parties Environment, maar vooral dus die COREPER-meetings vermoedelijk onder het Frans voorzitterschap. Het is nog een beetje onduidelijk of dat Repower EU, het voorstel van de commissie daaromtrent, een impact zou hebben op de lopende voorstellen, niet enkel over de review, niet enkel het voorstel van de review, maar ook de andere wetgevende voorstellen uit Fit for 55. Dus dat is nog een beetje afwachten. De vraag is ook nog, gaat het Frans voorzitterschap of wil men nogmaals naar de Europese Raad gaan voor politieke guidance omtrent de behandeling van de dossiers? Dat is nog niet bekend. Normaal, het is als is niet noodzakelijk, maar het kan wel goed zijn dat het een beetje escaleert bij wijze van spreken en dat men naar de Europese Raad moet gaan. Sowieso is de intentie van het Frans voorzitterschap om een general approach te hebben over het wetgevend voorstel op de Raad Leefmilieu van 28 juni van dit jaar. Ter informatie zijn er nog een aantal slides in bijkomend opgenomen die nog wat meer inzage geven in het voorstel van de commissie. Maar dat is ter achtergrond. Dank u wel. Dank u wel, Thomas Velge, voor uw interessante uiteenzetting. Er is tijd voor één vraag, denk ik. Hoe kan de EU ervoor zorgen dat Vlaanderen de opbrengsten van ETS2 spendeert aan sociale duurzame projecten zoals warmtenetten en aardewarmteprojecten? Hoe dat de EU dat kan garanderen? De EU heeft al artikels in de zin van in het voorstel waarbij dat inkomsten van veilingen voor climate-related issues en purposes moeten worden gebruikt. Ik heb net uiteengezet dat Vlaanderen en België daar zeker geen tegenstander van zijn van dergelijke verplichting. Dus ik denk dat er eigenlijk weinig risico is dat veilingopbrengsten voor energie- en klimaatgerelateerde zaken worden gespendeerd. En niet in het minst ook om de sociale impact en de impact van het hele energie- en klimaatbeleid voor de kwetsbare gezinnen en kwetsbare groepen in de samenleving, om die trachten te minimaliseren of te compenseren waar nodig. Dus ik denk dat wat betreft Vlaanderen en België, dat daar weinig risico is dat dat ook in de praktijk wel zal gebeuren. Oké, dank u wel. Dan gaan we nu over naar onze volgende spreker, Frederik Keimeulen van Transport en Logistiek Vlaanderen. Goedemiddag, ook namens mezelf. Ik ga meteen, als ik mag, kort even iets zeggen over TLV, wie wij zijn. Wij zijn een beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek, voornamelijk gericht op Vlaanderen. En wij vertegenwoordigen een 1500-tal bedrijven in de sector. En zoals u kan zien, dat gaat van zelfstandigen tot zeer grote transportondernemingen met meer dan 1000 vrachtwagens. Dus een hele waaier en een mooie weergave van onze sector. Naast uiteraard de klassieke zaken waar we ons als organisatie mee bezighouden, zijn we ook al meer dan 10 jaar zeer actief bezig met een verkeersveiligheidscampagne geraamd Veilig op Weg, waarbij we naar scholen gaan en de jeugd wijzen op de risico's van op de veiligheidsrisico's in de nabijheid van vrachtwagens. Maar de laatste periode of de laatste maanden zijn we ons zeer actief gaan richten ook in het kader van doorgedreven professionalisering van onze sector, eigenlijk op de transitie naar zero emissie. Wij willen onze sector, wij willen onze leden klaarmaken en voorbereiden op datgene wat moet komen, wat zal komen, en waar onze sector uiteraard ook haar deel in wil gaan bijdragen. En dan mag u dan naar de volgende. Maar met de volgende slide wil ik u meteen al een van de grote uitdagingen van onze sector aantonen.
De transportsector in België kent iets meer dan 10.000 bedrijven, begin dit jaar geregistreerd, goed voor iets meer dan 86.000 voertuigen die actief zijn. Als ik dan ga kijken naar Vlaanderen, dan zien we dat we daar ongeveer 7.400 bedrijven van die 10.000 dat die in Vlaanderen gevestigd zijn. En je ziet ook dat het gros van de voertuigen, iets meer dan 54.000, ook in Vlaanderen aanwezig zijn of tot Vlaamse bedrijven behoren. En u ziet, wij zijn een typische KMO-sector. En daar zit juist, denk ik, een groot stuk van de uitdaging en misschien ook de bedreiging naar de toekomst toe. Meer dan 70, bijna 75% zijn bedrijven die hooguit ja, tussen de 5 à 10 voertuigen hebben. Tussen de 1 en de 10 voertuigen, sorry. Volgens ITLB, het Instituut voor Wegtransport en Logistiek België, bedraagt trouwens de gemiddelde samenstelling van het wagenpark bij Belgische transporteurs om en bij de 7 eenheden. Dus we zijn een typische KMO-sector, zeg maar. En dat zal ook voor een stuk de rest van het verhaal verklaren waarom dat daar toch enige, hoe zal ik zeggen, bezorgdheid, sceptisch, zo je wil, leeft in onze sector. Nu, ik wil misschien even, ik heb nog een aantal dingen genoteerd naar aanleiding van wat mevrouw Van Bremt ook heeft gezegd. Hè. Er is daar op een gegeven moment gezegd, kijk, het aantal emissies in de transportsector is al de laatste jaren toegenomen. Hè. Het jaar 2020 was een uitzondering, denk ik. We weten allemaal waarom. Maar onze sector heeft de laatste jaren ook al serieus wat inspanning gedaan in zaken vergroening. We zijn van ooit gestart met een euro 0 voertuig, zitten we nu aan de euro 6. We hebben LNG, CNG. Dus qua emissies hebben we daar al heel wat stappen gezet. Uiteraard kunnen we, moeten we en willen we ook verder gaan in die vergroening. Maar natuurlijk, uw aantal emissies zijn voor een stuk toegenomen, juist omdat de transportvraag de laatste jaren exponentieel is toegenomen. En dat we eigenlijk zien dat ook de manier waarop de logistiek georganiseerd is, waarop onze opdrachtgevers eisen opleggen aan de mate waarin de goederen moeten vervoerd worden en hoe snel die moeten gaan, dan merk je dat daar ook de rek is daaruit. En dat zet inderdaad enorme druk ook op de maatschappij, op klimaat. Dus misschien als we naar de volgende slide dan kunnen gaan. Hoe schatten wij dan de impact van ETS op onze transportsector in? Nu, het is vandaag moeilijk om te zeggen in welke mate of hoe zwaar dat op de kostprijs gaat doorwegen. Maar ik denk dat het duidelijk is, de dieselcrisis of de oliecrisis, zoals sommigen het noemen, die wij vandaag als sector kennen, ja, geeft eigenlijk vandaag een mooi beeld van de zorgen, de bezorgdheden, de angsten, de vrees die leeft bij onze leden. Het zal kostprijsverhogend werken. Daar is iedereen het over eens. Als ik kijk vandaag voor een beroepsvervoerder, die kijkt op dag van vandaag ten opzichte van begin van het jaar naar een gestegen kost voor de aankoop van zijn diesel van om en bij de 30%. Waarbij het doorrekenen lang niet zo vlot loopt als je zou verwachten in een economisch model. Het is logisch, wanneer kosten stijgen, dat je aan je klanten ook gaat doorrekenen. Alleen de snelheid waarmee het gebeurt, verhindert dat. En we merken ook in die typische KMO-sector, waar er heel veel kleine spelers zijn, dat die ook tegen elkaar zeer makkelijk uitgespeeld worden door klanten, waardoor er een, ja, ik zou zeggen, een neerwaartse negatieve druk is om effectief, volgens een modelmatige benadering, te zeggen, gestegen kosten gaan we integraal doorrekenen. Er is trouwens ook de vrees bij onze leden dat als je alle kosten integraal blijft doorrekenen, dat je inderdaad ook in een vicieuze cirkel gaat komen, dat niet alleen de grondstoffen duurder worden, transport wordt duurder, de afgewerkte producten worden duurder, het wordt duurder in de winkel, de consument komt ook onder druk en dat je dus eigenlijk in een bepaalde negatieve spiraal zou komen. Nu, diesel is één verhaal uiteraard en emissiehandel is een ja, wij maken daar wat de parallel in. Je zit vandaag natuurlijk met een systeem waarvan dat we nog niet exact weten wat gaat dat concreet op een liter diesel betekenen bijvoorbeeld. Waardoor het nog moeilijk is om daar al concrete inschattingen te maken. Maar wij verwachten wel dat die doelstelling om ook jaarlijks dat aantal of het kwotum aan beschikbare emissierechten te gaan verminderen, dat dat uiteraard die prijs ook zal omhoog drijven. Tenzij plots leveranciers de oplossing hebben om de CO2
uitstoot op hun producten, zeg maar, op hun brandstoffen, drastisch naar beneden te krijgen, gecombineerd met voertuigen die ook nog voor een lagere CO2-emissie kunnen zorgen. Dus aan zich kan ik wel volgen, of kunnen wij wel volgen, dat een ETS-systeem, modelmatig gezien of vanuit een economisch perspectief, een handig instrument is om eigenlijk die vergroening te gaan stimuleren, om die inspanning vanuit de sector te versterken. Maar, en dan komen we op de volgende slide. Vandaag zien we dat er nog onvoldoende economisch haalbare alternatieven voor onze sector op de markt zijn. Ja, er zijn al batterij-elektrische voertuigen. Ja, de eerste prototypes van waterstoftrucks komen op onze markt. Maar ik denk dat we daar niet moeten blind staren op een aantal proefprojecten, op een aantal piloten die ook in de media verschijnen. Het is nog niet zo wijd verspreid. Dat is één zaak. Anderzijds, als sector kijken wij ook naar de toepassingen die wij gaan moeten doen. Een vervoerder in Vlaanderen die gewend is rond de kerktoren te rijden, zeg maar, ja, die zal mogelijk veel eer kiezen voor batterij elektrisch, met alle uitdaging van laadinfrastructuur en laadmogelijkheden aan zich. Wie natuurlijk de langere afstand neemt, of langere ritten doet binnen België bijvoorbeeld, of binnen de Benelux, die zal eerder opteren om op termijn naar een waterstoftruck te gaan. Maar dan kijken we wellicht maar naar het einde van dit decennium. Dus dat is één element. Een ander aspect is ook de meerkost van die voertuigen. Er wordt enerzijds gezegd, ja, we willen vanuit Europa die emissie gaan aanpakken door, ja, zeg maar, de CO2, ja, vanuit ons standpunt gezien, te belasten. Ja, goed, als je dat wil ontlopen, dan moet je kijken naar een voertuig waarmee je die CO2-emissie kan gaan beperken of vermijden. Nu, vandaag kost zo'n zero-emissievoertuig tussen de 250 en de 400% meer dan een klassiek dieselvoertuig. En er zijn al een aantal simulaties op losgelaten door onze organisatie. En die tonen aan dat met het huidige instrumentarium waarover federale en Vlaamse regering beschikken, en dat Europa ook oplegt, bijvoorbeeld in het kader van tolheffing, dat we zelfs wanneer we daar het beste scenario, zal ik het maar noemen, hanteren, dan zien we nog dat er steeds een aanzienlijke gap blijft bestaan in de kostprijs van die voertuigen. Met andere woorden, wij vrezen dat wij de komende jaren door een ETS-systeem wellicht belast zullen worden op de CO2-uitstoot, enerzijds, terwijl we onvoldoende of onhaalbare alternatieven hebben, juist om aan die belasting te kunnen, ja, ontsnappen mag ik niet zeggen, dat is negatief, maar laat ons zeggen, om de belasting te kunnen vermijden. Dus, kort gezegd, wij vrezen dat we meer gaan betalen om nog steeds voorlopig diezelfde uitstoot te gaan hebben. Dus dat betekent wellicht ook dat voor een deel van onze sector dat mogelijk het faillissement kan betekenen, omdat die kosten te hoog gaan oplopen en het alternatief onhaalbaar wordt. Vandaar dat wij ook vragende partij zijn dat naast het Sociale Klimaatfonds, dat inderdaad een deel van de opbrengsten die gegenereerd worden door de aankoop van fossiele brandstoffen door transport, dat die ook terug kunnen geoormerkt worden om eigenlijk ondersteuning van de sector te geven, om die vergroening te gaan versnellen, om sneller de doelstellingen van Fit for 55 te kunnen realiseren. Als we dan even verder kijken, ja, op korte termijn, heb ik al kort even aangehaald, verwachten wij dat dat wel een uitdaging zal zijn naar de impact op prijszetting naar klanten. Het zal verhogen. We zien vandaag al, zoals gezegd met de diesel, dat we daar enorme uitdagingen hebben voor heel wat bedrijven. Op langere termijn zien we daar ook een mogelijke impact op de keuze van het alternatief. We weten wel wat de targets zijn die gesteld worden qua aantal emissierechten dat naar beneden zal gaan. Maar het is nog zeer moeilijk om in te schatten, juist door die marktwerking ook, wat de impact zal zijn op de prijs van die brandstoffen. Wat de oefening voor een TCO te berekenen, voor een alternatief, uiteraard een pak moeilijker zal maken. En het is juist dat heel belangrijk is voor een vervoerder vandaag. Wat is mijn TCO op een investering, bijvoorbeeld in een elektrische truck of in een waterstoftruck? Om de oefening te maken, ga ik vandaag overschakelen of wacht ik nog een jaar, twee jaar, vijf jaar, zo je wil. Dus daar zeggen wij, kijk, ja, naar vergroening toe, ja, er zal iets moeten gebeuren, we willen dat.
maar we zitten daar met extra kosten en we stellen vandaag vast dat wanneer wij zelfs pilootprojecten willen opstarten, ook met verladers, we zeggen, kijk, we willen dat doen, want onder andere ETS zit er aan te komen, dat de verlader heel graag meegaat in een vergroeningstraject tot het moment dat ook hij daar een extra kost voor zal betalen en moeten betalen. En uiteraard, het is denk ik niet de transportsector of het beroepsgoederenvervoer dat rijdt voor rekening van derden. Ja, wij genereren de emissies, maar wij genereren ze niet omdat wij dat graag doen. Wij genereren ze omdat een klant vraagt goederen van A naar B te brengen. Dus het zal een combinatie zijn van doorrekenen. Het zal een combinatie zijn van bijsturen, aanpassen van de logistieke ketting in de mate waarin we werken. En een combinatie met inderdaad alternatieve aandrijving, alternatieve brandstof. Dus dat wat betreft de marktwerking. Als ik dan nog even kijk naar het doel zelf van transport onder te brengen onder ETS, ja, dan willen we naar die zero-emissie gaan. Het enige waar we ons vragen bij stellen, waar we ook bezorgdheden rond hebben, wat indien het alternatief voor onze sector op de een of de andere mate ook gebaseerd is op fossiele bronnen. Bijvoorbeeld, mijn voertuig is zero emissie, maar wat indien de elektriciteit die nodig is om bijvoorbeeld het batterij elektrisch voertuig te laden, of de waterstof die nog niet groen is, ook niet blauw, maar nog grijs, ja, dan zitten we nog steeds met technisch gezien een zero emissie voertuig, maar de brandstof, om het zo te omschrijven, is niet zero emissie. Ja, dan gaan we nog steeds belast worden voor het feit dat we eigenlijk nog niet kunnen voldoen aan de regeling en aan het echt pure zero emissie gebeuren. En dus in die context zeggen wij, ja, dan vallen wij terug onder de ETS en blijft het eigenlijk een pure belasting, ondanks de inspanning die de sector al heeft gedaan. Dus als ik dan kijk, wat vinden we positief aan het voorstel? Het is goed dat het zal gelden voor alle sectoren binnen transport. Het was mij niet geheel duidelijk, maar dat daar ook spoor en binnenvaart zou ondervallen, zodanig dat alle sectoren voor de reële emissies die gegenereerd worden, zullen opdraaien. Ik geef daar nog even mee. Onze sector zelf zit in een gemiddelde vervangingsratio van voertuigen van tussen de 3 en 5 jaar. Zeker bij grote vloten. De kleinere vloten moet je naar de 5 à 7 jaar kijken. Dus die voertuigen zijn allemaal relatief nieuw. En wat wij ook positief vinden, is dat het gaat over een uniform systeem dat de verschillen tussen de lidstaten moet verkleinen of zelfs volledig wegwerken. Zodanig dat we daar al geen concurrentieverstoring tussen beide of tussen landen zullen vinden. Is er mogelijk iets negatiefs los van de kostprijs? Ja, het is misschien op dit moment een beetje ver gezocht, maar ja, Vlaanderen ligt momenteel niet meer in het centrum van Europa. We liggen nu aan een grens. Daar is een vrees dat mogelijk landen die niet tot de EU behoren, in dit geval de UK, uiteraard niet in dat systeem zullen stappen, moeten stappen, dat daar mogelijk een bedreiging komt dat heel wat vervoerders vanuit UK, die niet onder de regeling vallen, ja, dat die op onze markt ook actief zullen worden. Dus dat is een mogelijke bedreiging, dat zij ook dan die incentive niet voelen om met schone zero-emissie voertuigen te rijden. Dus daar is mogelijk, denk ik, ligt een risico dat een deel van de idee en de doelstelling ook van de richtlijn zal onderuit of kan onderuit gehaald worden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Keijmenen, voor uw interessante uiteenzetting. We hebben tijd om 1 vraag aan te nemen. Hoe staan jullie tegenover de koolstoftax in het licht van ETS? Wel, koolstoftax is eigenlijk voor een stukje natuurlijk hetzelfde. Allee, het is niet hetzelfde. Voor sommigen beschouwen ETS als een soort koolstoftax. Laten we zo zeggen, als het een vast gegeven is, is het ook vrij duidelijk dat het, als het gaat over doorrekenen, dat het wellicht iets makkelijker zal zijn om dat ook integraal aan klanten door te rekenen. Maak ik de parallel bijvoorbeeld met de tolheffing die we in Vlaanderen of in België hebben ingevoerd zien worden 6 jaar geleden. Daar is eigenlijk niet noemenswaardig zeer grote problemen geweest. Hè? Omdat je dan over een wettelijk gegeven spreekt en iets dat vast ligt.
Hier spreken we over iets dat ja, door de wetgever wordt opgelegd, maar waar ook een component marktwerking nog speelt. En ik denk dat dat juist een stuk moeilijker maakt, ook in je onderhandelingen met klanten, dan wanneer het een vast gegeven is, een vaste tax, zoals we dat kennen met accijns, zoals we dat kennen met BTW bijvoorbeeld. Oké, dank u wel. Dat was een helder antwoord. Dan geef ik nu graag het woord aan onze volgende spreker, Pieter Ledegang van Gezinsbond. Ook welkom van mij uit en bedankt dat wij hier eventjes een reactie mogen geven op de invoering van het nieuwe emissietradingsysteem. Ik ga ook beginnen met het voorstellen van mijn eigen werkgever, de Gezinsbond. Wij zijn een organisatie die 160.000 leden, en elk lid is een gezin, vertegenwoordigt. Maar wij strijden eigenlijk voor de rechten van elk gezin in Vlaanderen en Brussel. Wij hebben daarbij heel veel aandacht voor de leefbaarheid. En wij willen ook enorm veel aandacht besteden aan de mentale druk die gezinnen op dit moment ervaren onder alle nieuwe regelgeving die op hen afkomt en alle omstandigheden die op dit moment zeer sterk wijzigen. Wij hebben... ik weet niet of dat er de presentatie... We hebben een aantal jaar geleden een kindnorm gemaakt rond klimaat. Het is een principe dat we hebben uitgewerkt, de kindnorm, waarbij we eigenlijk starten vanuit het idee dat alles wat wetgeving, alles wat regelgeving betreft, de rekening moet gehouden worden met wat een kind aan kan. En vandaar dat wij vanuit die kindnorm voor klimaat ook pal achter een klimaatplan staan. Dat wij uiteraard ook alles willen ondersteunen wat ervoor kan zorgen dat die reductie van de klimaatsverandering met 1,5 graad kan tegenhouden. En we hebben in ons standpunt rond energie ook al een aantal keren aangekaart dat er dringend nood is aan een taxshift op energie. Er is op dit moment heel veel belasting op de elektriciteitsfactuur en veel minder op de fossiele brandstoffen. Dus ook daar zitten we met de vraag die eigenlijk de invoering van zo'n emissiesysteem kan ondersteunen. We vinden het ook positief dat alle sectoren mee in bad getrokken worden. Dat kan vermijden dat er een aantal ongewenste verschuivingen gebeuren. We hebben het daar juist even gehad over de kilometerheffing. En dan hebben we ook gezien dat er soms grote vrachtwagens werden vervangen door kleine bestelbusjes die niet onder het systeem vallen. Dus vandaar, iedereen in hetzelfde bad heeft uiteraard een aantal voordelen. Maar er zijn ook een aantal aandachtspunten waar wij vanuit de Gezinsbond eventjes op willen wijzen. Energie neemt een behoorlijke hap uit het gezinsbudget. En als we dan gaan kijken, zeker naar de lagere inkomens, dan zien we dat heel veel van de gezinnen die daar zitten, die eigenlijk onder het mediaaninkomen zitten, ja, dat die op dit moment al een groter percentage van hun beschikbaar budget uitgeven aan wonen en energie dan wat dat internationaal aangenomen haalbaar is. Dus zij gaan op dit moment na het betalen van hun woonkost en na het betalen van hun energiekost niet meer toekomen met de rest om hun dagelijkse kosten te kunnen betalen. En zij moeten dus keuzes maken die eigenlijk geen keuzes zouden mogen zijn. Dus vandaar dat wij daar even de aandacht op willen wijzen. Dit zijn ook cijfers van 2020, nog net voor de grote stijging in de energieprijs. Op dit moment, bij het laatste onderzoek van het laatste nieuws in Le Soir, bleek dat ondertussen 50% van de gezinnen aangeeft dat ze op het einde van de maand in de problemen komen met hun facturen. Dus dat betekent dat die mensen ofwel effectief in energiearmoede dreigen te verzeild te geraken, of dat ze op zijn minst al lijden aan subjectieve energiearmoede. Ik wil ook even pleiten voor stabiliteit in het energiebudget of in de energiefactuur. Gezinnen hebben een bepaald inkomen, dat verandert normaal gezien niet van maand op maand en zij maken hun begroting op. Maar zij moeten natuurlijk ervoor zorgen dat zij op het einde van de maand ook toekomen met dat beschikbaar budget. En grote sprongen in de energiefactuur maken die voorspelbaarheid soms totaal onoverzichtelijk. En dat levert een enorme mentale impact op voor gezinnen. Waar wij een beetje schrik voor hebben, is dat bij het invoeren van een ETS-systeem, dat er dan Matthäus-effecten gaan opduiken.
Op dit moment zitten al 1 op de 5 gezinnen in energiearmoede. Ook hier, dat zijn cijfers van de Koning Boudewijn Stichting van 2019, dus ruim voor de huidige crisis. Dus we gaan ervan uit dat die cijfers ondertussen ook zijn toegenomen. En we zijn dan ook blij dat er in het voorstel opgenomen wordt dat er een sociaal klimaatfonds wordt voorzien die een buffer kan vormen op korte termijn. Maar wat is het probleem? Op dit moment de woningverwarming bestaat voor het grootste gedeelte uit fossiele brandstoffen. Dus dat betekent dat bijna elk gezin relatief veel rechten zal moeten betalen. Natuurlijk indirect, omdat het aan de sector wordt opgelegd. En de manier om daar onderuit te geraken is om ofwel minder energie te gaan verbruiken ofwel over te schakelen naar een systeem dat minder koolstof uitstoot. Nu, dat Sociaal Klimaatfonds kan een buffer vormen, zeker voor die lagere inkomensklasse. En mevrouw Van Bremt haalde daar juist zelfs aan dat het voor de laagste inkomensklassen eventueel een vooruitgang met 10% zou betekenen. Ik zag in die klimaatstudie dat er een aantal voorstellen waren om bijvoorbeeld gewoon een herverdeling te doen. Maar dan vragen we ons af wat dat effect gaat zijn op langere termijn. Want een herverdelend effect zorgt ervoor dat de noodzaak bij die lagere inkomensgroepen om te gaan aanpassen niet direct gestimuleerd wordt, maar het zorgt er ook niet voor dat zij dat plots kunnen betalen. En dus dat betekent dat de hogere inkomensklassen die het wel kunnen betalen, die gaan overschakelen op andere systemen die minder koolstof uitstoten. Ze gaan minder bijdragen aan het ETS-systeem, maar de lagere klassen die gaan eigenlijk moeten blijven betalen. En in het kader van bedrijven lijkt dat logisch dat een bedrijf dat zich niet aanpast, dat die op termijn wordt uit de markt geduwd door bedrijven die efficiënter werken. Maar het is heel cynisch om datzelfde systeem ook toe te passen op gezinnen. We kunnen niet toelaten dat gezinnen die niet in staat zijn om de investering te doen, uit de markt worden gedreven door gezinnen die dat wel kunnen. Gezinnen zijn geen bedrijven, gezinnen staan niet in concurrentie met elkaar. En gezinnen zijn ook een belangrijk aspect van de Europese Unie. We kunnen ze dan ook een beetje zien als een kritisch bedrijf en eventueel zelfs zeggen dat ze gratis uitstootrechten moeten krijgen. En dat is eigenlijk de eerste trap van onze tweetrapsraket die wij voorstellen als oplossing. De volgende. Een eerste waar we al een aantal jaren voor strijden, dat is een basishoeveelheid energie. Een basishoeveelheid energie die niet gratis is, maar die wel betaalbaar is voor elk gezin. Er zijn al verschillende studies gebeurd. Energie is nodig, is een basisbehoefte om in onze dagelijkse moderne maatschappij te kunnen leven. Niet alleen gewoon overleven, maar ook om daar sociaal een plaats te vinden. Dus wij vragen om op die basishoeveelheid energie alle mogelijke toeslagen en lasten weg te halen, zodanig dat je daar eigenlijk overblijft met de pure kost die de energie heeft. De vraag is dan natuurlijk, of de vraag die we dan dikwijls krijgen is, ja, maar staat dan eigenlijk die transitie niet in de weg? Ons inziens is dat niet het geval, omdat op dit moment er zijn vrij hoge toeslagen op de elektriciteitsfactuur. Als we al die lasten weghalen, dan gaat eigenlijk elektriciteit de facto een interessantere bron worden van energie voor gezinnen, omdat die nieuwe koolstofarme systemen, denken we aan warmtepompen, denken we aan elektrische voertuigen, die gaan veel efficiënter om met energie dan die klassieke toestellen. Dus bij het wegvallen van die taksen blijven die nog altijd interessanter voor gezinnen. Daarnaast een tweede stap, naast een basishoeveelheid energie, is uiteraard het verminderen van het energieverbruik en het overstappen op een systeem dat geen koolstof meer uitstoot. Nu, het probleem daar is, het gaat om quasi alle woningen die aangepakt moeten worden. En bijna elke woning heeft een verwarming op fossiele brandstof. Geen enkele woning in Vlaanderen op een paar uitzonderingen na voldoet aan de isolatienormen van 2050. Dus dat betekent, er is een enorme renovatiegolf nodig. Die wordt ook voorzien in Fit for 55. Maar daar botsen we op een probleem van betaalbaarheid. Op dit moment zitten we met 50% van de gezinnen die niet in staat is om zo'n grondige energierenovatie te betalen. En er zijn uiteraard een aantal leenstelsels uitgewerkt, maar neem als voorbeeld de jonge gezinnen die pas een huis hebben gekocht, die vallen onder die groep van 40% van de gezinnen die geen bijkomende leencapaciteit niet meer kan aangaan of niet meer heeft. En dus daar zitten we in het probleem dat die wel een renovatie moeten doen,
maar niet in staat zijn om ze te betalen. En dus vandaar is ons voorstel om een enorme renovatiegolf uit te werken, niet enkel met financiële ondersteuning, maar ook met een kennisondersteuning. We hebben een aantal jaren via energieconsulentenprojecten gezinnen begeleid in renovatietrajecten. En dan blijkt heel duidelijk dat er verschillende drempels zijn waar dat ze kunnen, kunnen stilvallen, omdat de aannemersmarkt niet vertrouwd wordt, omdat de systemen niet begrepen zijn door gezinnen. Dus er is een trajectbegeleiding nodig, eigenlijk van begin tot einde, via een one-stop-shop-systeem, van opzet van de renovatie tot de aanvraag van de eventuele premies. En omdat er een groot probleem is met de betaalbaarheid bij gezinnen, vragen we eigenlijk ook om daar 100% prefinanciering te voorzien waar nodig. Moet dat met overheidsgeld, moet dat met geld vanuit die inkomsten, vanuit het trading system? Nee, dat kan eventueel ook met private middelen, maar er zal uiteraard een vorm van overheidsgarantie nodig zijn om voldoende private middelen in dat systeem te krijgen. De gezinnen die 100% prefinanciering of tot 100% prefinanciering krijgen, die betalen daar een rente op. Dat kunnen zij, omdat in principe hun energiefactuur naar beneden gaat. En via een systeem van subsidieretentie kunnen zij dan die prefinanciering terugbetalen op het moment dat zij de woning terugverkopen. Dus dat is een systeem dat gebruikt kan worden om het voor iedereen haalbaar te maken om de woning op relatief korte termijn zwaar te gaan renoveren, op voorwaarde uiteraard dat de bouwsector daarin kan volgen. En dan een laatste puntje dat ik maar heel kort ga aanhalen, is het invoeren van een ETS op vervoer. Daar zijn wij vanuit de Gezinsbond uiteraard een grote voorstander van, als dat het ervoor zorgt dat de fossiele motoren uit de markt verdwijnen, enerzijds omwille van hun klimaatimpact, maar we hebben vanuit onze kindnorm ook zeker belang in het verbeteren van de luchtkwaliteit in ons land. Dus die fossiele motoren, alles wat die kan uit de markt halen, is goed. Alleen, het doel van het ETS is uiteraard om een shift te gaan veroorzaken in die systemen. En een shift betekent dat er ook, en het is er juist al aangehaald, voldoende alternatieven moeten beschikbaar zijn. En net zoals voor de vervoersector, zien wij op dit moment bij de gezinnen die alternatieven nog niet voldoende uitgewerkt. Ja, er zijn op dit moment elektrische auto's, die zijn goed, die gaan waarschijnlijk de komende jaren ook qua prijs concurrentieel worden met de klassieke wagens. Maar als we ook daar weer, als we gaan kijken naar die lagere inkomens, dan gaan we zien dat daar eigenlijk die rusten heel sterk op de tweedehandsmarkt. En dan vooral de tweedehandsmarkt is hier in de onderste categorieën met auto's van 10 jaar en ouder. En in die categorieën zijn op dit moment absoluut nog geen elektrische wagens of koolstofvrije wagens doorgedrongen. Dus voor hen is er een probleem als zij hun huidige gezinswagen moeten gaan vervangen door een koolstofvrij alternatief. Er is natuurlijk een tweede alternatief, dat is het openbaar vervoer. Maar daar moeten we heel eerlijk in zijn, dat is tot op zekere hoogte voor een groep pendelaars is dat in orde, maar voor de alternatieven zeker niet. Het aanbod aan openbaar vervoer, de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer is op dit moment onvoldoende. Overstappen zijn niet voldoende gegarandeerd. Ook gezinnen met een kinderwagen, mensen met een rolstoel, komen daar vaak in de problemen. En het blijft een feit dat een eigen privéwagen voor elke volgende inzittende, en bij een familie zijn er meerdere inzittenden, wordt die goedkoper per inzittende. Dat geldt niet voor het openbaar vervoer. Het eerste ticket en het vierde ticket zijn even duur. En dat maakt dat van zich uit dat je met meerdere mensen samenreist, dat het openbaar vervoer geen alternatief meer is financieel voor die eigen wagen. Dus daar zijn een aantal punten die nog aangepakt moeten worden wat ons betreft, voordat een ETS op een goede manier kan ingevoerd worden, ook in de gezinssector. Dank u wel, Pieter Ledegank, voor de interessante duiding. Een vraag die binnenkwam: moet er bij de verdelingsaspecten van de hervorming geen rekening gehouden worden met de verschillen tussen bedrijven en gezinnen enerzijds en de verschillen tussen gezinnen onderling anderzijds? Voor die verdeling, ja, er zal waarschijnlijk een verschil zijn tussen bedrijven en tussen gezinnen. Hoe dat die moet gebeuren, daar hebben wij geen onderzoek naar gedaan, dus daar kan ik weinig over zeggen. Moet daar een verschil zijn naar gezinnen? Ja. Vanuit de studies die we gedaan hebben rond onze basishoeveelheid energie, blijkt dat daar ook een aantal aspecten meetellen
Zo is bijvoorbeeld de basishoeveelheid energie die je nodig hebt van een eerste bewoner, die is veel groter dan wat je nodig hebt voor een tweede of een volgende bewoner. Die eerste bewoner die heeft een heel aantal leefruimtes die hij moet verwarmen. Die volgende die gaat daar mee gebruik van maken en die heeft eigenlijk maar een beperkt aantal extra vierkante meters nodig die verwarmd moeten worden. Daar gaat ook een enorme impact zijn op die basishoeveelheid die je nodig hebt, afhankelijk van de isolatiegraad van de woning. Er is een studie gebeurd door BV Uco, waarbij blijkt dat het energieprestatiecertificaat een enorme impact heeft op hoeveel energie dat je nodig hebt om je woning comfortabel te houden. En dus die hoeveelheid energie die daarvoor nodig is, die is dan ook belangrijk, niet alleen voor het gezin zelf, om gezond te kunnen leven, maar ook als sociale factor. Wij horen heel dikwijls verhalen van mensen die zeggen van ja, de kinderen kunnen geen vriendjes uitnodigen, want ons huis is niet voldoende verwarmd. Dus dat zijn een aantal dingen die zeker meespelen en die eventueel ook bij die herverdeling waar rekening mee gehouden moet worden. Oké, dank u wel. We gaan onmiddellijk over naar onze laatste spreker, dus Piet van den Abele van Unizo. Goedemiddag allemaal, ik ben Piet van den Abele en ik werk bij de studiedienst van Unizo. Unizo, de Unie van Zelfstandig Ondernemers. Unizo is een zelfstandige organisatie, een werkgeversorganisatie. Wij verenigen zelfstandigen en KMO's en wij verdedigen ook de belangen van zelfstandigen en KMO's. Dank ook om hier vandaag iets te kunnen zeggen rond het nieuw emissiehandelssysteem voor gebouwen en transport. Nu, we weten allemaal dat er nog heel veel onduidelijkheden zijn, heel veel vragen ook. Dus ook bij onze sectoren en ook bij onze ondernemers zijn er heel wat vragen rond de implementatie van zo'n nieuw emissiehandelssysteem. Een van de vragen, want ja, ondernemers zijn zeer resultaatgericht. Een van de vragen is, wat zal de impact zijn op de dieselprijs, op stookolie, op de gasprijs? Dat nieuw emissiehandelssysteem voor gebouwen en transport, dat kadert binnen Fit for 55. Fit for 55 heeft als doel minder emissies. Emissiereductie 55% ten opzichte van 2030. Dat is een zeer ambitieuze doelstelling. Dit emissiehandelssysteem voor gebouwen en transport moet ook leiden tot minder emissies, is een van de instrumenten daarin. Dus de klimaatimpact zou positief moeten zijn. Er is ook al een Vlaamse studie geweest, een studie in opdracht van VECA, die aangeeft dat dit tot beperkte bijkomende emissiereducties zou kunnen leiden tegen 2030 en tot grotere emissiereducties als toegelaten wordt dat de koolstofprijs tot een hoog prijsniveau stijgt. Nu, het is al een paar keer gezegd, dit is een market-based systeem om emissiereducties te realiseren en misschien beter zo'n systeem dan een platte tax of heffing, een vaste tax. We moeten sowieso naar die min 55% tegen 2030. En als dit instrument er niet komt, dan zal men een zwaardere nadruk moeten leggen op andere instrumenten in de instrumentenmix. Kathleen van Bremt sprak al over veel meer normering. Ja, dan zal het een mix zijn van normering, bijkomende normering, geboden en verboden en een platte tax of heffing. Dus ja, dit market-based systeem kan, mits een goede aanpak, mits een goede uitwerking, een stimulans zijn voor bijvoorbeeld brandstofleveranciers om versneld over te schakelen naar koolstofarmere brandstoffen, om koolstofarmere brandstoffen op de markt te brengen, om ook bij ons minder afhankelijk te worden van olie en gas uit niet-EU-landen, uit bijvoorbeeld Rusland, want we weten dat we dat zeker moeten vermijden. Nu, wat ook al een paar keer gezegd is, het zorgt ook voor veilingopbrengsten. Die moeten nog verdeeld worden, ook daar heel veel vragen. Ook onze ondernemers hebben daar heel veel vragen rond, want die hopen natuurlijk dat een stuk van die veilingopbrengsten zal terugvloeien onder de vorm van ondersteuning aan KMO's, om klimaatvriendelijke investeringen in
bedrijven te implementeren. Bijvoorbeeld die warmtepompen, geothermische warmtepompen. Dus de hoop is dat daar een deel kan terugvloeien naar KMO's. Wat ook al gezegd is, het zou kunnen bijdragen aan de versnelde renovatie van gebouwen, want dat hebben we ook nodig. Het zou inderdaad een extra instrument kunnen zijn in die richting. Maar in Vlaanderen hebben we ook al renovatieverplichtingen voor gebouwen op sleutelmomenten, bijvoorbeeld bij verkoop. Bij onze ondernemers en onze sectoren zijn er ook heel wat bezorgdheden rond dat nieuw EU-ETS, emissiehandelssysteem voor gebouwen en transport. Bezorgdheden, zoals ook al aangehaald door vorige sprekers. We weten dat de brandstofleveranciers zullen geconfronteerd worden met extra kosten, zeker voor de fossiele brandstoffen, en zij zullen die doorrekenen aan KMO's. Dat betekent dat bijvoorbeeld de dieselprijs, maar ook stookolie, gas, dat die prijzen zullen stijgen, terwijl er misschien onvoldoende alternatieven zijn. Er wordt bijvoorbeeld wel verwezen naar zero-emissiewagens. En we weten, ook in Vlaanderen is de doelstelling, dacht ik, 1 miljoen zero-emissiewagens tegen 2030. Maar misschien zullen niet in alle segmenten voldoende betaalbare en haalbare alternatieven zijn. We denken dan aan bestelwagens, aan vrachtwagens. Het is hier ook al gezegd door Frederik van TLV. Die alternatieven, als ze er al zullen zijn, zal het misschien aan 250% of aan 400% zijn van de kostprijs. Dus die bezorgdheid die leeft zeker bij onze ondernemers. Dus die extra stijging van brandstofkosten. We worden vandaag al geconfronteerd met torenhoge brandstofkosten. Als dit bijdraagt, zeker voor de fossielen dan, tot de stijging van die kosten, wellicht ongewenste economische gevolgen. Volgens de Vlaamse studie, de studie in opdracht van VECA, zou de impact het grootst kunnen zijn op bedrijven in de diensten- en transportsector. Ja, dat is natuurlijk bij uitstek een KMO-sector, KMO-sectoren. Dus vandaar dat wij daar toch wel wat vragen bij hebben. Nu, het is een Europees systeem, dus men zal het overal in Europa doorrekenen. Overal in Europa zal er dus een koolstofprijs komen. In de Vlaamse studie rekende men met een prijsvork van €70 tot €100 per ton CO2. Dat zou voor een Vlaams huishouden wel de energieuitgaven verhogen. Ik las daar met €320 of €460 per jaar. Nu, de vraag die zich daarbij stelt, koolstofprijs zal overal verhogen, niet alleen in Vlaanderen en België, maar ook bijvoorbeeld in Polen of Bulgarije. Hier zou men dat misschien kunnen percipiëren als een extra belasting, en misschien ook een pestbelasting volgens sommigen. Maar in Polen en Bulgarije zal de impact nog helemaal anders zijn. Dus de vraag is, dit is een voorstel van de Europese Commissie. Het is al een paar keer gezegd door de vorige sprekers, moet nog naar het parlement en de raad. Dus gaat dat wel overal goedgekeurd worden? Gaat dat er wel zo doorkomen? Wetende dat het impact zal hebben, niet alleen op Vlaamse burgers en KMO's, maar ook op die in Bulgarije en Polen. Nu, heel veel vragen, heel veel onduidelijkheden. Dan is er ook het voorstel van de commissie om in de huidige EU-ETS-sectoren, dus de ETS-industrie zoals wij dat noemen, om daar de reducties aan te scherpen. De emissies moeten daar tegen 2030 met 61% verminderen ten opzichte van 2005. Dat zal wellicht de prijs van de emissierechten daar doen toenemen. De vraag die men bij ons stelt is dan, ja, die energie producenten, die zullen die extra kosten voor emissierechten doorrekenen,
ook in de elektriciteitsprijs. De elektriciteitsprijzen zijn zeer recent sterk toegenomen. Een nog sterkere stijging, wetende dat we naar meer elektrificatie moeten. Dat is een van de basisdoelstellingen van Fit for 55, 55% emissiereductie. Maar onder andere via een elektrificatie van wegverkeer en gebouwen. Dus zero-emissiewagens, vooral elektrische wagens. Elektrificatie ook in gebouwenverwarming, onder andere warmtepompen. Dus die zo gewenste elektrificatie gaat dat wel samen met nog sterker stijgende elektriciteitsprijzen. Dus elektrificatie, essentieel onderdeel. Maar we mogen dat niet hypothekeren door sterk stijgende elektriciteitsprijzen. Het is een voorstel van de Europese Commissie. We weten nog niet hoe dat verder zal evolueren, hoe de Raad daar zal op reageren, hoe het Europees Parlement er zal op reageren, hoe het voorstel er zal doorkomen. Maar bij onze sectoren, bij onze ondernemers, zijn er nog heel wat vragen, onduidelijkheden over de verdere concrete uitwerking voor gebouwen en transport. Er is ook nog bitter weinig over geweten, ook voor wat betreft de veilingopbrengsten en welk gedeelte daar eventueel kan terugvloeien naar KMO's. Ik ga hiermee eindigen, zodanig dat er nog voldoende tijd is voor eventuele vragen bij de mensen thuis. Dank u wel voor die interessante uiteenzetting. Ik heb een vraag binnengekregen, heel gelijkaardig aan de vraag die aan Transport en Logistiek Vlaanderen werd gesteld, namelijk wat betekent de koolstofstaks liever, volgens u, voor bedrijven in Vlaanderen? Wel, zoals ook gezegd door mijn voorganger, het is geen koolstoftaks. Het is een market-based systeem. Dat betekent dat er wel een koolstofprijs zal komen, maar dat is geen vaste prijs. Dat is afhankelijk van vraag en aanbod. Dus er komt een market-based systeem. Wat dat zal betekenen, dat is ook een van onze vragen natuurlijk. Dat hangt af van de CO2-prijs, de mate waarin die doorgerekend wordt in fossiele brandstoffen en de mate waarin er alternatieven zijn. Dus voldoende betaalbare, haalbare alternatieven voor bijvoorbeeld dieselwagens, voor bijvoorbeeld camionettes, voor bijvoorbeeld vrachtwagens en tegen welke prijs. Oké, dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze sessie vandaag. Ik dank heel graag nog eens alle sprekers voor hun aanwezigheid en hun duiding die ze gegeven hebben vandaag. De bevraging, de PowerPoints, het verslag en de volledige opname worden achteraf verspreid. Zometeen krijgen jullie als deelnemers nog de kans om een poll in te vullen over deze hybride sessie. Bedankt om deel te nemen en heel graag tot een volgende keer.